En
Zo hebt u weer contact gezocht met Betty Aswalt Troost TV. En er zitten al heel veel mensen te kijken over de hele wereld. Dat is ook het leuke van ons YouTube-programma met Dammy Vergeest en met Mark Vervliet. En we zijn er tot ongeveer 5:30 met straks gesprekken met Yves van Woerden, met Jan Pitsch. En nog meer? Mensen die zich aanmelden die iets heel belangrijks te vertellen hebben. Die bijvoorbeeld in Frankrijk op een regenachtige camping zitten. Je kunt zich ook bij ons melden. Ja, moet je kijken. Ik ben helemaal nat, want ik kom net van Betty Aswalt aflopen. Ik ben helemaal nat geregend en het blijft heel benauwd en nog. Dus ik ben helemaal drijfnat van de transpiratie. Ja. Maar dat geeft wel een natuurlijke... En Dammy, hoe is het in Aswalt? Nou, het gaat... Is goed? Ja, is dat goed? Het gaat gestaag door. Het is... ze beloven nog steeds dat het begin september klaar is. Ja. En mensen van buiten die zeggen dat lukt nooit. Maar ja, ze houden vol, het lukt wel. Ja. En betekent overal niet dat ze direct open kunnen als ze de bouwvakkers weg zijn. Want er moet ook een heleboel schoongemaakt worden en ingericht worden. Maar al uitverkochte voorstellingen. Ja. En voor eind september uitverkochte voorstellingen. Voor we verder gaan we eerst naar Yves van Woerden in Frankrijk. Want die heeft straks een gesprek voor zijn werk met iemand, volgens mij uit Amerika. Maar wij wilden toch graag weer even met hem praten. Want het is een van onze meest trouwe correspondenten vanaf de eerste corona-aanval, laat ik het zo maar zeggen. En maart 2020. Nou, daar heb je het al. Maart 2020. En dan ga ik mijn oortjes in doen. En dan gaan we kijken bij FaceTime naar Yves van Woerden. En dan zijn we ook benieuwd hoe het met zijn hond Mac is. En natuurlijk ook zijn moestuin. Moestuin. Ja. En vooral ook met zijn vriend ook, of zijn man. Helene Smit vraagt hoe het met Mac is. Die wil graag Mac zien. Oh ja, nou, we gaan overschakelen. Kijk, dat zijn ze ook niet gewend. Ja, dat gaat meteen goed. Hallo. Dag Ivo. Nou, dat is lang geleden dat je in de uitzending zat. Ja, zeker. Ja, ik had telkens pech toen je me vroeg. Had ik telkens een afspraak. Maar gelukkig lukte het nu. Ja, want je had nu ook wel een afspraak. Maar ja, maar ik had een makkelijk iemand. Dus die wilde, vond het niet erg om een beetje uit te stellen. Oh nee. En waar gaat het dan straks over? Ja, dat is een geheim. Oh. Een nieuw project, een nieuw schrijfproject. Dat is voor een krant ook wel weer. Ja, ik ben wel weer met van alles bezig inderdaad voor de krant. Want het laatste verhaal ook over je buren is drie weken geleden alweer geloof ik geplaatst in de Volkskrant. Ja, eind juli, begin augustus, dat weekend was het inderdaad, ja. Ja, en dat het ook weer goed was met de buurvrouw een beetje. Ja, klopt. Het was wel heel fijn. Het is in Volkskrant Magazine 3 jaar geleden begonnen in de zomer. Toen de eerste problemen met de buren, die hebben een muur gebouwd voor de mensen die het nog niet weten, op de grens met onze moestuin. En dat maakte eigenlijk het einde voor ons gevoel aan de Franse droom die we hadden. Van in harmonie met de omgeving. En we dachten het zo goed voor elkaar te hebben met de buren. En ineens stond die muur daar. Dus dat was het begin van een ingewikkeld traject. En een jaar later, dus vorig jaar, mocht ik een vervolg schrijven. En toen was het eigenlijk bij kans nog erger geworden, de ruzie. Ja. En ik dacht toen van, nou, het is helemaal klaar. En we hoeven ook nooit meer contact met die buren. En ik heb jullie trouwens af en toe wel even tussendoor verteld hoe het ervoor stond. Ja. Maar in ieder geval nog één keer in het magazine vertellen hoe het ervoor stond. En het afgelopen jaar vind ik dat er ruimte is ontstaan om het gewoon met een beetje afstand te kunnen bekijken. En ook de kant van de buren een beetje te bekijken. Omdat daar allerlei erge dingen waren gebeurd. Ja, onder andere haar man. Ja, die is overleden. En daardoor ging ik dus ook nadenken bij mezelf van jeetje. Dus de idylle waar zij in leefde, ja, die bestaat nu ook niet meer. Zij hadden eindelijk de grote grijze garage van hun dromen gebouwd op de grens met ons erf. En ja, daar kan ze nu ook niet meer met plezier van genieten. Dus... Nee, want toen legde hij het loodje, zeg maar. Ja, ja. En waar komt die uitdrukking vandaan, het loodje leggen, eigenlijk? Nou, dat is een hele goede vraag, eigenlijk. Ja, misschien is dat ook wel een goede vraag voor de kijkers thuis. Waar het vandaan komt, het loodje leggen. Het loodje leggen, ja. Dat je het loodje legt. Ja, dus Kassie Weilen eigenlijk, hè, is het. Ja,
Kassie-Weiler. Waar komt dat dan vandaan? Ja. Gaan we alleen om te beperken tot de uitdrukking het laatste loodje. Ja, maar de problemen stapelen zich alweer op. Ja. Waar komt Kassie-Weiler vandaan? En ik herken die achtergrond bij jou niet. Nee, dat klopt, want ik ben ook niet thuis, dus ik ben nu niet... het is een beetje... Ik hoorde jou net aankondigen, de Moestaan en Mac, maar die zijn hier allebei niet. Oh. Want omdat ik mijn interviews doe ik ook met Zoom, met het buitenland. En ons internet ligt er al bijna 2 maanden zo ongeveer uit thuis. Oh. Dus niet goed van de wifi gebruik maken. En dan hebben we een hele lieve vriendin. Die zegt, als je dat soort situaties hebt, mag je in mijn huis zitten om een interview te doen. Dus, dat is leuk. En er is een Nederlandse vriendin. Een Amerikaanse vriendin die hier een huis heeft. Oh, dus zij hoort niet wat je nu over haar zegt. Nee, maar ik heb wel even gauw geappt of het oké was. Want ik dacht van ja, haar huis komt dan zomaar op de Nederlandse televisie. En je hebt me wel vaker op pad gestuurd om pannen te laten zien. Ik dacht, voor ik het weet sta ik haar hele info. Ja, voor je het weet, kijk maar, 3 jaar ruzie met haar. Ja. Maar zij gaf groen licht. Ja, ze zei, hartstikke pannen. Leuk. Nou, om haar pannen te tonen. dan zijn we ook benieuwd naar haar pannen. Ja. Jij oppert het zelf, dus dan zijn het wel bijzondere pannen, denk ik. Wil je het echt zien? Ja, laat maar even zien. Vinden mensen thuis ook leuk. Vooral huisvrouwen. Mag je ook huisvrouwen nog zeggen? Of moet je huismensen zeggen? Huismens? Hier moet ik nu op drukken. Zo, hier kun je naar Wat leuk. Mooi wat gezellig. Mooie vloer. Ja. Heel gezellig. En er is een hele geweldige kachel. Die noemen we de godin. Want het staat er ook op. Oh ja. Wat een mooie. Echt op kolen nog, hè? Hier dan. Zo. Het stom is, ik zou ook wel buiten willen laten zien, maar daar valt mijn wifi hier dan weer uit. Hier heb ik buiten geen bereik. Oh. En heeft ze ook een poes? Ja, nou, een onofficiële poes. Die is hier opkomen dagen. Op een dag. En die heeft ze binnengelaten. Maar het is een hele verzorgde poes die dus nu voortdurend op het raam staat te kloppen. En volgens mij hoort hij gewoon bij een ander huisje in de buurt. Maar goed, hij... Want waar is zij zelf dan? Zij zit nu in Amerika. Dus zij komt over een tijdje weer terug. Nou, dan ga ik hier niet meer interviewen. Want dan is het gewoon weer haar huis natuurlijk. Maar in de tussentijd... Mogen we er en hoe komt het dan dat je slechte wifi hebt in jouw huis? Ja, nou, dat is weer zo'n verhaal van een provider die ontkent dat we een probleem hebben. Dus niets doet het bij ons. En dan gingen wij bellen naar Bouygues in dit geval. Oh ja, maar dat is niet goed. Nee, nou, die gingen dus zeggen van, nee, we hebben gekeken en alles doet het bij jullie. Maar ja, wij zeiden, ja, maar nee, niets doet het. We liegen niet. Nee. Ja, we bellen niet voor de lol. En dat ging eerst een tijdje door. Toen erkenden ze uiteindelijk dat er inderdaad toch een probleem in onze regio was met de zendmast. En die is telkens volgende week klaar. Dus iedere keer en ze zeggen nu ook, jullie hoeven niet meer te bellen. We sturen een sms als die klaar is. Dat is ook alweer 3 weken geleden. Ik denk dat het helemaal gek werden ook. Want wij gingen telkens bellen van, ja, het werkt niet. En we betalen wel. En we hebben het nodig voor ons werk natuurlijk. Ja. Maar waarom zit je bij Bouygues dan en niet bij Frans Telecom? Nou, dat is een goede vraag. Want wat mij betreft stappen we ook over. Maar we laten ons iedere keer toch weer in de buurt. Want Orange is goed. Die hebben wij in Frankrijk ook. Dat is de grootste ook. Orange is goed. En je kan ook een MIFI nemen, hè? Dat is een heel klein apparaatje. Ja, ik kan hem wel laten zien, maar nu niet. En dat gaat op 5G gewoon. Dat is gewoon eigenlijk een telefoon, maar daar kunnen ongeveer 10 apparaten op. En dat werkt heel goed. En die kan je ook meenemen onderweg, in de trein en in de auto. Dan heb je gewoon je eigen... Ja, ons internet thuis werkt ook op zo'n box op 4G. Dus we hebben ook geen kabel naar ons huis lopen. Dus hij moet het hebben van de mast... Ja. Maar dit ga ik wel even onderzoeken, want ja, alles is beter dan niets. Nee. En het is heel vervelend en het is ook vervelend om van iemand... Nou ja, het is natuurlijk super gastvrij dat ik hier mag zijn en hier gebruik van mag maken. Maar het is vervelend dat ik iedere keer een stuk ga rijden om even te kunnen werken en dan weer naar huis te gaan. Je bent er wel even uit dan natuurlijk.
Ja, en het heeft ook weer zijn voordelen, want het is wel lekker stil. Maar ja, kan u niet Mac aan jullie laten zien bijvoorbeeld. Dat is dan wel weer jammer. Nee, maar voor jou is het ook wel een beetje vakantie van Mac dan, toch? Dat je, ja, dat je zit anders de hele dag bij me op schoot. Dat is, ja. ja. En dan is hij blij als je weer terugkomt natuurlijk. Ja, heel erg blij. Ja, dat is altijd wel leuk, ja. En dan heb ik zeker een half uur dat hij onder de indruk is van dat ik weg kan gaan. Dus dat half uur is het dan lekker rustig. Ja, och, ja. Nee, niet doe ik alsof ik over zit te klagen. Het gaat echt supergoed met Mac. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo. Ja, we hebben de hele ontwikkeling meegemaakt van Mac eigenlijk. Ja. Van Puppy helemaal. En van je trainingen ook met Mac. En die trainingen, die doe je nog wel ook. Nou, deze zomer hadden we zoveel bezoek dat we eigenlijk niet zijn geweest. Maar tot de zomer hebben we gedaan. En we willen het in september ook weer oppakken. Dus ongeveer ook 1 maand, denk ik, deze maand pauze bij de club. Maar we blijven ze doen. En het effect is ongelooflijk. Want we hebben allemaal bezoek gehad. Vorig jaar was ik daar heel erg zenuwachtig over. Want ik dacht, oh, hoe moet dat met zo'n grote hond? En het zijn mensen met kinderen. En sommige kinderen zijn bang. En die kan je dan niet goed uitleggen wat ze moeten doen. En die hond snapt ook niet alles. Maar dat ging dit jaar dus eigenlijk hartstikke goed. We hebben echt tot nu toe eigenlijk geen klachten gehad. Nee. Van mensen die zeiden, we komen nooit meer terug. Maar denk je dan van, ik heb me voor niks zorgen gemaakt? Of zit het gewoon in je dat je van tevoren zorgen maakt in het leven en dat het daar meevalt? Dat laatste zit wel een beetje in me inderdaad, want het is ook, ik denk ook door de zorgen dat het misschien wel goed gaat. Want ik zit zo helemaal uit te denken van, het gaat daar niet goed. Dus bijvoorbeeld, eergisteren hadden we bezoek met een bang kind. Dus dan heb ik voorgesteld om niet bij ons thuis af te spreken, maar eerst een stuk met elkaar te gaan wandelen. Want dan kan iedereen zijn eigen plek innemen. Dan kan Mac voor de troepen uitrennen en dan heb je niet het gekke begroetingsmoment is meestal het drukste met Mac. Want dan is hij heel enthousiast dat er mensen in zijn territorium komen. Dus dat scheelde dan toch wel. Dat komt door mijn zorgen. Maar is dat, maar dat is heel leerzaam ook voor de kijkers thuis. Want wij hebben ook kijkers die zich ook vaak zorgen maken. Want anders zouden ze ook niet kijken. Want ze hebben ook steun nodig. Maar waar en hadden jullie dan afgesproken? Je spreekt met mensen af. Waar kwamen die vandaan? Ze komen uit Nederland, maar ze kwamen nu uit Spanje gereden. En dan spreek je buiten je huis dus af? Ja, nou, zij verbleef ook in de buurt op een camping een aantal dagen. Dus ze hadden helemaal al hun eigen ding. Dus dat scheelt ook dat ze niet natuurlijk met een bang kind op ons terrein zitten. Maar jullie gingen niet naar de camping toe? Nee, want dat is dan ook vervelend. Want dan heb je natuurlijk andere tenten waar Mac dan naar binnen kan rennen. En met de hele infoering van gaan. Dus een neutraal terrein waarvan we weten dat er weinig andere mensen zijn. Daar en dan heb ik allemaal mooie wandelwegen waar nooit iemand komt. En dan, jullie waren daar al eerder? Nee, tegelijkertijd daar afgesproken. Dus we hebben ze ergens opgehaald zodat ze niet verdwaalden naar de wandelweg toe. En dan zijn we in kolonnen daarheen gereden en uitgestapt en ging aardig goed. En het angstige kind, wat is daar nu van geworden? Ja, die leeft niet meer. Nee. Ik moet wel zeggen, die heeft de hele wandeling achteraan gelopen. Oh. Heel sneu. En de hele tijd gezegd van, zie je wel. En dat snap ik ook. Ik ben zelf vroeger ook bang geweest voor honden. Dus ik snap ook dat je de hele tijd aan het kijken bent, wat doet hij? En ook in alles een bevestiging ziet van je angst. Ah, zie je wel. Hij is druk, hij gaat me zo bespringen. Heeft Mac die wandeling niet gedaan. Oh. En aan het eind van de dag kregen we van het bange kind een cijfer, een 8,7,3. Oh, dat is leuk. Dat hebben de ouders haar geleerd om cijfers te geven om over haar angst te komen. Een jongen in dit geval. Ja, of ik weet niet of ze dat geleerd, maar dat doet deze jongen graag en met heel veel komma's. En, ja. Het klonk als een beter cijfer, want vorig jaar zijn ze ook geweest, toen vond hij helemaal niks. En thuis was Mac rustig ook? Ja, over het algemeen wel rustig. Hij kan natuurlijk wel een beetje springerig zijn als we aan tafel zitten en iemand staat plots op en rent er vandoor. Dan denkt hij, actie, ik ga erachteraan. Ja. Maar dat vind ik wel goed. Maar dat vind ik ook wel een goed voorbeeld, ook voor zo'n angstig kind. Dat kan later een groot schrijver worden. Ja. Eigenlijk. Want je kan beter een beetje vol twijfel
in je jeugdjaren in het leven staan en dan later vruchten plukken uit de angstgedachten die je ook angst. Allemaal... Ja, ja. Het is wel een kind dat heel graag leest en nu helemaal diep in de Harry Potter ook zit. Oh ja. Dat is ook... ik hoop het. Dat, misschien dat heet zijn, zijn eerste boek heet misschien wel Mac. Ja, of Rothond. Ja. Nou, en het zijn Nederlandse mensen. Ja, Nederlandse vrienden. Die zijn nu weer door naar huis gereden. Ja, en zij weten wel dat je ook van die jongen houdt eigenlijk. Tenminste, dat tuurlijk. Het, je zegt, we zeiden als grap, van, die, je zei die is dood. Maar dat bedoel je natuurlijk absoluut niet zo. Nee. Ik ben al een beetje... Mensen zoeken zo gauw problemen en dat moeten we voor zijn eigenlijk. Ja, dat moeten we zeker... Nee, humor hoor, nee, moet heel blijven. Heel erg veel, ook van die kinderen, van allebei, want ze hebben twee kinderen. Oh, het, ja. Het grappige is wel, hun andere kind is extreem pro-Mac. Dus die wil eigenlijk alleen maar... er met hem op uit. En dat contrast is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Want ja, de een moet je bijna afremmen in... zit die hond niet te veel op zijn nek, want voor het weet gaat het mis. Ja. En die ander wil je juist iets meer erbij betrekken om te laten zien van... ja, het valt wel mee of zo. Maar ja, überhaupt vind ik dat heel ingewikkeld. Want ja, je wil het voor beide natuurlijk voor iedereen zo leuk mogelijk maken als ze op bezoek komen. En, ja, maar het is wel vermoeiend om dat voor iedereen zo leuk mogelijk te maken. Ja, maar dat is ook wel een beetje onderdeel van mijn zorgen altijd. Hebben ze het wel leuk? Ja. Gaan ze dan wel weer met plezier naar huis? Of denken ze, ach, gelukkig, ik zit weer in de auto, wegwezen hier. Ja. Dat een beetje. Nou, we hebben het in ieder geval heel leuk gehad. We zijn ook geweest voor de kijkers thuis. We zijn bij jou langs geweest, zoals we bij alle correspondenten gaan doen ook. Maar dat was ook heel leuk en heel gezellig en heel ontspannen. Dus de zorgen, ja, en jullie leven ook nog. Ja, precies. En dat is ook het leerzame van de kijkers. Zorgen voor de dag van morgen hoeft niet te betekenen dat... enzovoort, moet je zelf maar invullen. Ja, ik heb er geen en zin af en toe in. Denk ik ook wat dominee Gremnaert zegt van je af laten glijden. Want dat helpt dan ook wel weer. Dat zegt dominee Gremnaert, ja, op het juiste moment. Want de essentiële zorgen, die komen toch wel weer terug. Ja, precies. Nou, ja. En even het loodje leggen nog. Daar moet je nog op terugkomen. Die is thuis antwoord op gegeven. Ja, Amsterdam Spijl had daar antwoord op gegeven. Het loodje. Oh ja, het loodje leggen. Oh ja. Dan moet ik even opzoeken. Oh, het heeft te maken met een loodje. Was vroeger een kaartje, een ticket. Ja. Dus bijvoorbeeld voor het laatste loodje leggen voor een theatervoorstelling. Of het laatste loodje. Ja, daar komt het vandaan. Je laatste kaartje geven. Of je laatste... Oh. Zo, daar meer. Oh. Ja, die trap. Ook failliet gaan. Dat betekent het ook vroeger. Oh, het loodje leggen. Roy zegt dat loodje leggen betekent onder meer doodgaan. Opgeheven worden, in nederlaag leiden, failliet gaan. Lood je de verschijnbetrekking in de lode plaatjes die vroeger onder meer als bewijs van betaling gelden. Dus je laatste loodje, je laatste bewijsje. En nu is eigenlijk alles afgelopen. Je hebt je laatste loodje als weg, bewijs, dan ga je dood. Maar dus in theater wat je zegt. Maar ook bij de voedselbank of iets wat er vroeger gedaan. Ja. Of bij een ziekenhuis. Dat wordt interessant. En Cassie Weilen? Dat is niet, maar dat... Dat gingen we niet behandelen deze keer. Volgende keer weer. Moet ik het nog een keer zeggen. Nou, Ivo, en wanneer komt het stuk waar je nu aan gaat werken in de krant? En in welke krant? Dat komt even... de planning is begin van het najaar, wat heel vaag is. Maar in de NRC. Oh ja, maar dat is wel leuk dat je en NRC en Volkskrant doet. En Trouw niet, hè? Ja, trouw ik ook voor geschreven begin dit jaar een stuk. En nou, daar ga ik ook weer iets leuks voor bedenken. Ja. Ik vind, je moet alles open houden altijd. Ja, dat zijn de goede kranten ook. En Parool trouwens ook. Maar daar heb je nog niet voor geschreven, hè? Nee, dat is waar. Voor Parool inderdaad. Nou, van Parool kijken ze ook, dus dat komt dan ook wel. Je hebt te weinig geld, Parool. Ja. Als mensen het stuk over de buren willen lezen, moeten ze trouwens even naar mijn website gaan. Want daar staan links naar alles. Ivo van Woerden.com, toch? Ja. Maar ik is het al in het inzetten. Zet het wel in de chat. Oh, in de chat. Oh, fijn. Ja, en foto's van Mac en de moestuin, omdat ik hem niet kan laten zien op mijn Instagram. Oh, en gewoon, en mensen die de chat niet volgen, die kunnen gewoon ook zijn, zeggen Ivo van Woerden.com. Ja, zonder puntjes, hè? Ivo van Woerden zonder puntjes. Gewoon achter elkaar. Ja, helemaal. En Ivo met de gewone I, want ik word heel vaak krijg ik de Y aangesmeerd. Oh ja, en dat vind ik niet erg, maar dan doet hij het niet. Je hebt er niks mee te maken met de Y. Nee. Die rare letter. Nou, succes straks met het interview. Dank je wel. En bedank de vrouw
die ja, daar woont. Even één ding vragen. Oh, nog één ding vragen. Is het buiten slecht weer of niet? Regent het nu bij jullie in Frankrijk? Oh, nu is het net weer droog. Maar sinds eergisteren is het eindelijk gaan regenen. Ja. Daar is iedereen dus, heel blij mee in Frankrijk. Ja, wij waren gisteren Gare du Nord, Damien en ik. En er was ook echt een enorme plensregen. En zo erg zelfs dat de ober het ging filmen. Ja. De ober van zijn eigen terras, die ze echt met grote ogen zaten ze te filmen. Dus dat, en, maar wij hebben het ook gefilmd, dat laten we ook straks zien. Iedereen was heel uit. Oh, leuk. Ja, eindelijk regen. Alsof je niet weet wat er gebeurt. Eindelijk weer regen. Ja. Zo ziet dat eruit. Zoals mensen die nog nooit sneeuw gezien hebben en dan ineens in Nederland komen. Denk, och zeg, zo was regen. Nou, een hele fijne tijd. Succes met het interview straks. En, dankjewel. Tot de volgende keer. En dan zien we Mac ook weer. Ja, tot de volgende keer. Dag. Doei. Dag. En dan doe ik het zo. Jan Douma heeft zich ook gemeld. Die kon even een half uurtje kijken vanuit Tulsa. Maar hij moet weg, want hij moet zo naar de dokter toe. Oh. Om zijn oren uit te laten spuiten. Dus niks ernstigs. Maar die kunnen we nu niet meer bellen. Ja, we zouden meteen eens kunnen bellen nu. Maar of bij de dokter bellen. Dat zijn oren. Ja, ik kan even snel kijken, Jan. En Anja van Mil, die woont ook in Frankrijk. Die was erg nieuwsgierig naar die Mifi, heet die. En die kan je gewoon bij elke telefoonmaatschappij huren. Ja. En die kost dan ongeveer... Ik ga hem wel laten zien straks. Dan loop ik even naar beneden. Dat is we hebben Nederlandse Mifi, maar je kan ze ook in Frankrijk zo'n ding kopen. Ja, we hebben ook in Frankrijk eentje huren. Van SFR. Ja, die en die kostte dan €3 per dag, dacht ik. Ja, maar het was een abonnement. Ja. Nee, het was dan, als je hem gebruikt, dan was het €3. Als je hem niet gebruikt, dan kost het niks. Nee. Ja, Jan, nou, wat een interessante uitzending hebben we nu al meteen weer. Doe ik zo, en appeltje, of wat moest ik nou weer doen, appeltje R? Ja, appeltje R, maar als Jan hem ook draait, dan gaat het zelf. Oh ja, jij moet je toestel nog draaien. En je hebt de muis van het scherm. Ja, en deze eraf, want je moet zo naar de dokter, hè? Ja, dat klopt. Zeg Jan. Ja, die afspraak maak ik en dan weet ik niet dat jullie deze uitzending doen. Nee. Ik kan wel verwacht zo. Maar wat een grappig tekentje achter je hoofd van drie skeletten. Ja. Drie dode vampieren. En waar komt dat vandaan? Waar heb je dat gekocht? Ik weet het niet. Yvonne, waar heb je dit ding gekocht wat achterop de stoel hangt met skeletten? Ik zal even de baas vragen. Ja. Yvonne, Paul vraagt waar dit ding gekocht is van die skeletten. Oh, Target. Een soort V&D hier. Oh, bij Target. Een soort V&D. En, waarom heeft je vrouw dat gekocht? Yvonne, waarom heb je dat gekocht? Oh, dat heb ik al jaren geleden gekocht voor Halloween. Met een vloerkleedje en een douchegordijn in Halloween-stijl. Hoor je dat? Ja. Tot vanwege Halloween dus. Ja, nee, dat is leuk. Het heeft ook wel iets gezelligs dat je er ook niet tegenop ziet, eigenlijk. Hè? Dat vind ik. En, altijd voor gasten. En je, Dami zegt, het gaat allemaal open. Maar goed, zo is onze uitzending ook. Je hebt last van je oren. Nou, ik heb een heel raar oor. Ik heb destijds eens een keer een operatie gehad. Toen zat er een kieste achter mijn oor. En toen hebben ze die weggehaald. En sindsdien is de gehoorgang eigenlijk heel maf. Er zit een kronkel in. Dus zo om 3 maanden slipt die dicht. En, nou, eigenlijk is 4 maanden. Maar ik ga dan altijd net even een paar weken eerder voordat die echt dicht zit. Want ik vind het erg vervelend als die dicht zit. Ja. Dus ik heb een hele aardige oren. Dr. Paul, die, dan kom je daar een gezellig babbeltje. Dat is prima. Maar je moet niet vergeten je oortjes uit te doen dan, hè, van de Apple. Ja, precies. Oh. Ja, want soms denk je wel eens, dat helpt eigenlijk ook niet om altijd dat spul erin te stoppen. Maar is eigenlijk natuurlijk wel handig. Hè? Maar denk je dat het slecht is misschien, die oortjes? Nee hoor, daar heeft het niet mee te maken, want ik had de kwaal eigenlijk al voordat ik deze doppen kreeg. Ja. Dus, ik weet dat het niet helpt, maar daarvoor was het al dus... En hoe is het verder met jullie eigenlijk? Verder goed, Paul. We komen net terug uit Florida. We waren even naar ons huis in Florida geweest voor een paar dingetjes. De zomer hier, als je het over heet hebt, het is eigenlijk sinds juni hier in Tulsa
38, 39 graden. Het is misschien 3 keer dat het geregend heeft. De zomers zijn ontzettend warm hier in Oklahoma. Oh, en steeds meer ook. Ja, steeds meer. Dus, maar ja, wij houden van de warmte, dat weet je. Dus dat is heerlijk. En wanneer het hier dan weer wat kouder wordt, ja, dan gaan we voor de winter naar Florida terug. En je hebt een zwembad ook. Ja. Dus dat is even lekker om erin te springen natuurlijk. Ja, zo. Maar zo, heeft ook met de klimaatverandering te maken dat het zo heet is? Ja, ze zeggen ook inderdaad, het is heter dan normaal. Dus ja, gisteren hoorde ik zelfs in het vliegtuig iemand vertellen dat die Tornado Alley, waar in mei hebben we hier altijd die tornado's, hè, die langskomen. Ja. Dat het ook aan het opschuiven is naar een meer oostelijke richting. Dus ja, als je dat zo hoort, dan denk je ook van ja, er zijn toch veranderingen aan de gang met het klimaat. Nou, er is eindelijk een wet aangenomen, hè, in Amerika. Wat zeg je? Er is nu eindelijk een wet aangenomen om veel milieumaatregelen te nemen. Ja, veel meer voor elektrische auto's en voor allerlei toestanden. Natuurlijk zijn de Republikeinen, die moeten er niks van hebben. Nee. Die ontkennen het hele probleem. Die ontkennen het hele probleem. Ja, maar ja, die houden ook nog steeds van Trump. Dus ja, leven op een andere planeet. Want hoe is de tendens nu? Want het wordt toch steeds duidelijker dat Trump eigenlijk op een staatsgreep uit was. En dat hij geheime dossiers achtergehouden heeft. Maar dat maakt voor de Amerikanen nog niet uit. De Trump-aanhangers, die blijven in hem geloven. Paul, het is onvoorstelbaar hoe diehard dat zijn. Hè? Want bijvoorbeeld ook als je het hebt over, hij heeft die geheimen daar gehad in zijn huis. Dan zeggen ze, ja, maar die zijn daar neergelegd. Oh, door de FBI. Ja, sowieso. Natuurlijk altijd een verhaal. Ja. En dus, ik snap eigenlijk niet het gezonde verstand van mensen. Want iemand met een beetje gezond verstand moet op een gegeven moment toch voelen van, hé, hier is iets niet pluis. Dus waar ik eigenlijk op hoop is, de Trump-aanhanger, die zal altijd in hem blijven geloven. Laatst hoorde je dan ook in een van die clips dat ze dan zeggen, I love you Trump, als hij dan langskomt. Die mensen die zitten in een soort verhemeling van hem natuurlijk al de tijd. Ja. Wat ik dus hoop is dat zeg maar de tussenman, de man die tussen de Democraten en de Republikeinen zit, die moet op een gegeven moment zeggen, ja, dit gaat te ver. Dus ik hoop dan maar dat dat een doorslag geeft in wat voor verkiezingen. Want... Maar is daar al zicht op een tussenman? Nee, ik bedoel de twijfelaar. De man nee, ik bedoel die de twijfelaar. Ja. Paul. Oh ja, nee, ik dacht dat je aan een derde partij, nee, aan een tussenpartij bedoelde. Nee, ik bedoel de twijfelaar, Paul. Iemand die dus zeg maar nog niet weet of hij democrat of republikein gaat stemmen. Die moet natuurlijk bij dit soort nieuws zeggen van ja, dit gaat te ver. Dus ik hoop maar dat die persoon zelfs een doorslag kan geven in verkiezingen. Want de echte Trump-fanaten, die blijven hem door dik en dun steunen, zoals ik zeg. Die hebben altijd een excuus. Het leuke is nu dat Liz Cheney heeft haar de primary verloren. Zij mag nog niet als republikeins kandidaat de strijd opnemen tegen de democraat. Maar het leuke ervan zal zijn dat nu veel meer mensen op de democraat gaan stemmen. Want die gaan niet op zo'n rabiaat Trump-vrouw stemmen. Dus je hebt kans dat doordat in de vele republikeinse primaries de Trump-kandidaat wint, dat daardoor juist de democratische kandidaat bij de senaatsverkiezingen en bij de huis van afgevaardigden winnen. Veel meer, hoop je. Ja, ik hoop het ook maar. En ik weet ook niet hoor, misschien is het voor de democraten ook goed of als er eens iemand anders komt dan Biden. Ja, dat wel. Meer. Ja, dat sowieso. En heb je ook buren? Je hebt ook buren die Trump-stemmers zijn, hè? Ja, vooral in Florida. En hier in Tulsa zijn er ook genoeg Trumpers, maar iets gematigder. Maar... Oh, ja. En hoe zit het met de abortus bij jullie? Ja, dat is dus het andere hekele punt. Natuurlijk ook een hele open ophef. En toevallig kreeg ik gisteren van de Shell, want ik werkte bij Shell. En daar komt van de verzekering, kwam een nieuw papier uit. Dat er wordt vergoeding gegeven voor als jij voor abortus moet reizen. Dus dan worden onkosten vergoed.
Dus wat je ziet is dat bedrijven toch het personeel helpt om bijvoorbeeld naar andere staten te gaan voor abortus. Ja. Dus ik kreeg die brief toevallig, nou hoef ik daar zelf niet meer heb ik mee te maken, maar dan zie je toch wel dat het bedrijfsleven daar rekening mee houdt. Oh, maar vind ik wel goed dat die dan partij kiezen, eigenlijk duidelijk, hè? Ja, en dat zijn er meer bedrijven, want... uiteindelijk denk ik ook, Paul, ik denk waarschijnlijk hebben ze het goede ook voor met hun ideeën. Maar waarschijnlijk ook merken ze wel, als ze dit niet doen voor personeel, ja, personeel is sowieso schaars. Ja. Dat ze dan natuurlijk moeite hebben om mensen aan zich te houden. Ja, nou, ik denk, kunnen we nog naar buiten eigenlijk? Ja, hij moet zo weg naar de tandarts. Oh ja, je moet zo weg, ja. Naar de kegel dus een oorarts. Nee, het kan er wel. Oh ja. Dan gaan we daarna naar Thailand. Ja, mooie eetkamer, mooie gezellig. Ja, dan zie je de tuin. De tuin is eindelijk af. Oh ja. Dat heb ik verleden ook wel eens gezien. Maar met een hek ook om het zwembad. Dat moet zeker, hè, ook. Ja, dat is voor kinderen. En dat doen we ook voor onze kleinzoon. Die, zodat hij, als je even niet kijkt, er niet per ongeluk invalt. Nee. En dus, wat is de temperatuur van het water? 28, 29. Oh ja, en zonder verwarming. Dat is gewoon door de hitte natuurlijk. Ja, de verwarming kunnen we aanzetten zo in april, mei. Ja, wat een mooie tuin ook. Zeg. Wat een grote tuin. Ja, dus dit is de achterkant. Dit is trouwens wel grappig, het zwembad. Toen wij van de winter terugkwamen, ik weet niet of je het kent, Paul, met jullie zwembad, maar je hebt van die plaster, noemen ze dat. Van dat was het kapot gevroren. Dus het plaaster ging eraf. Hoe noemen ze dat in Nederland? Oh, het glazuur. Nee, of het... Maar wat zien we nu? Een plaat die kapot gevroren is. Pleisterwerk. Ja, je ziet hier onder het water, dat was allemaal kapot gevroren. Oh toen, ja. Toen hebben we zwembadcontractors opgebeld van kunnen jullie dat opnieuw plaasteren? Ja. Opnieuw zo'n laag erop. Toen wilden ze het voor de hele zwembad wel doen, voor $18.000. Ja, ja. Ik zei, nee, dat gaan we dus niet doen. Nee. Maar kunnen jullie het voor dit kleine stukje doen? En toen zeiden ze, ja, volgend jaar. Oh. Oh. En dan heb je dus al die problemen met die contractors die dan niet komen opdagen. Ja. En moet je het dan leeg laten lopen ook? Ja, dat zou dan moeten. En toen hebben we gezegd van nou... toen kregen we een e-mail. Toen zeiden ze van nou, sorry, maar we doen het helemaal niet meer, dit type werk. Want dat levert ons te weinig op. Ja, ja. Ja. Nou, en dat zie je dus het probleem tegenwoordig. Je krijgt nergens meer mensen voor. Okay. Want iedereen, die contractors, ja, die doen maar wat ze zelf willen. Nou, maar het is ook wel leuk voor de kijkers dat, welgestelde mensen ook hun problemen hebben. Ja, ik zal je trouwens nog iets laten zien wat we net hebben gemaakt. Hopelijk blijft het. We hebben dus veel last van veel water wat hier van de buren aankomt stromen. We hebben hier een hele geul gemaakt. Oh, wat leuk. Heb je zelf gemaakt ook? Dat hebben dus ook contractors gedaan. Want het was een waterstroom. Als het hier begint te regenen, Paul, met de tropische regens, dan is het hier gewoon een stroom water. Ja. En dat had mogelijk effect dat het hier op de airco komt. Dus we hebben hier allerlei dingen omheen gebouwd, zodat het water niet het huis in kan lopen. Oh ja. En dan loopt het hier dus allemaal naar de voorkant. Dus ik loop nou zo met je mee. Je hebt zo'n riviertje aangelegd dan eigenlijk. Ja, nu valt het verbinding valt nu weg. Ben je er nog? Ja, maar hij valt wel af en toe weg. Oh ja. Ja, nu zien we het terug. Maar het gras is nog groen. Bij jullie. Ja, we moeten dus ook en aan spuiten met irrigatie. Anduze pot. Ja. Dus wat zeg je? Een anduze pot, die ik net zag, die linkse pot. Oh, ja. Nou, het is een ander type dit. Maar het is wel een mooi klassieke vaas is het eigenlijk. Een beetje Grieks-Romeinse vaas. Ja. Ja, dat kun je hier. Oh ja. Nou, het is wel, ik denk dat menigeen die thuis kijkt jaloers is hoor. Zo op jullie, zoals je hier woont eigenlijk. En het is allemaal irrigatie, die tuin. Zo hou je het groen, dat mag. Ja, dus we sproeien hier. En je moet wel sproeien, want anders wordt het helemaal bruin. In Frankrijk mocht je niet meer sproeien.
Nee, en in Florida mocht dat ook helemaal niet meer. Nee. Maar ze hebben hier een hele grote rivier, de Arkansas the River. Ja. En die krijgt al het water uit de Colorado, et cetera. En, gelukkig mag het hier nog. Ja. Maar ja, het kost heel wat water. Maar weet je, Paul en Mark en Dami, we zijn destijds verhuisd uit Houston. Je weet dat horrorhuis wat helemaal onder water kwam te staan. Ja, hebben we ook meegemaakt. We hebben toen op een gegeven moment gezegd naar onze zoon, want onze kleinzoon woont hier ook. We gaan naar jullie toe. En laten we nu echt dus kijken voor een huis waar we een beetje de ruimte hebben. En toen zei onze zoon, hey pap, waar kun je nou nog in de stad wonen? Want je woont in de stad hier in Tulsa, maar je hebt toch alle ruimte om je heen. Dus hij zegt, als je dit kunt doen, waarom niet? Dus, En waar we nu naartoe kijken is de openbare weg. Of dat is de openbare weg. En je ziet, het is dus heel rustig. Ja. De eerste buren daar zijn aan de overkant. En de andere buren wonen daar. En de andere buren wonen, even kijken, daar. Oh ja. Nou, ik denk dat we... Hier is een verdwaalde auto langskomen. Ja. Goh. Mooi. Ik denk dat we genoeg weten. Ja. Had jij nog een vraag, Dami? Of waren er nog... Geen vragen meer, we hebben het buiten gezien. Heb je? Nee, geen vragen meer. En sterkte dadelijk bij de dokter. Ja. Ja, dankjewel. En hartstikke leuk dat jullie weer even belden en contact hebben gehad. En ik las dat je eind september naar Nederland komt. Ja, eind september, begin oktober. We hopen dat we door Schiphol heen kunnen komen. Ja, en dan kom je wel bij Scheltema ook weer. En Betty Asfalt, dat kan dan. Ja. Ja, en Betty Asfalt. Absoluut. Ja, en ik begon zo net al op de chat even te checken wie allemaal al kaarten heeft gekocht voor uitzendingen. Want ik hoop graag bij een van jullie uitzendingen aanwezig te zijn. Ja. Hartstikke goed. Nou, tot de volgende keer dan. En groet aan je vrouw. En tot gauw. Dag. Ja, bedankt voor je spontane belletje. En sterk dag, jou. Mark. Dag, Mark. Ook. Dami. Dag, Paul. Doei. Dag. Nou, dat was leuk. Interessant. Ja, ik zou om 16:30 wel weer met Jan. Wel grappig. Want de kaartjes die verkocht worden, worden niet voor de uitzendingen verkocht, maar voor de voorstellingen. Ja. Want je kan dus alle voorstellingen die geprogrammeerd staan vanaf... circa 20 september tot en met eind november. Daar kan je kaartjes verkopen. Die staan op de agenda. En voor de wintervoorstelling van Dolmen en Grendaat start de verkoop begin september. Ja. En dan verschijnen die op de site. En dan hebben we nog niet een speciale dag en speciaal uur. Want het is wel leuk dat mensen zitten te popelen om kaartjes te... Voor de wintervoorstelling. Ja, voor de wintervoorstelling. Inderdaad, de lijst komt dan op de site. En op de nieuwsbrief. Je kan spanning ook lid, voer nog even op. Lid van de nieuwsbrief kan je ook worden. Op bettyasso.nl en dan helemaal onderaan de website kun je daar je mailadres invoeren. Ja, dan blijf je op de hoogte. Want het is wel leuk als we een soort saamhorigheidsgevoel krijgen. Helemaal in deze chaotische wereld met oorlog in Oekraïne. Met spanningen met de boeren. Met spanningen ook met de milieuorganisaties. Gaan ze water bij de wijn doen, de overheid? Nee, of de milieuorganisaties niet. En, de overheid misschien. Ja, nee, maar de milieuorganisaties die willen niet. Nee, die willen niet bij het nee, precies. Nee, maar die hebben spanning. Nee, maar gaan de milieuorganisaties water bij de wijn doen? Nee, die niet. Oh, zei ik dat? Gaan de milieuorganisaties waar? Nee, de milieuorganisaties zitten in spanning of de regering. Nee, maar het zo zijn we goed. Goed. Maar dat is in ieder geval heel belangrijk. Dat we daardoor een beetje saamhorigheid... En dat gaan we ook in Asfalt doen. We willen ook elke week een Dominee Grendaat brunch doen. Dat komt ook binnenkort op de vanaf website. Oktober waarschijnlijk. Dus dat je bijvoorbeeld om 11 uur naar een preek van Dominee Grendaat kan kijken. Op zondagochtend. En dan een brunch hebt. En ook saamhorigheidsgevoel. Mm. Dat je denkt van, god, wat een leuke mensen. Want jullie die kijken, dat zijn in principe leuke mensen. Als het goed gaat, gaan we misschien uitbreiden naar andere dagen. Ja. We starten eerst op de zondag. Het gaat om dat we niet alleen Troost TV brengen, maar ook Troost Theater en Hart onder de Riem Theater. Bovendien gaan we met die brunchput gaan we ook de andere ruimtes in het Asfalt Complex, die nieuwe ruimte zeg maar, ook leuk gebruiken. Er is ook een filmpje op onze website, bettyasfalt.nl. En dan kun je ook de laatste ontwikkelingen zien van Asfalt. Maar ik denk dat we binnenkort ook wel weer een nieuw filmpje maken, want het moet nu groeit het naar de voltooiing.
eigenlijk. En dan gaan we... Het filmpje van Parijs, dat moeten we ook nog laten zien. Ja, ja, moeten we ook de gang laten zien. Maar het filmpje van Parijs duurt ook wel een paar minuten. Ja, dat Jan Pitsch, moest hij weg of zoiets? Of had hij wel even speling? Dat weet ik niet, dat zou hij wel... Wel leuk om even Parijs laten zien. Ja. De regendek. Dat is goed. Ja. Dat is intermezzo. En daarna gaan we Jan Pitsch bellen. Ja. Gaat via Skype dan, hè, straks. Even zo. Parijs. Kijken. Oh, dat is Skype. Ja. Dus gisteren was dat in Parijs om circa 6 uur. Oh, hij is even... Ja, ik geef commentaar erbij ook. Nou, het is wel heel hard inderdaad. Echt pijpen stelen. Ja, je kon er niet doorheen lopen. Nee. Daar komt pijpen stelen dan weer vandaan. Van ja, dat is ook pijp. Nou, het is zo optisch een streep. Ja, maar geen balletje. Waar zijn we nou dan? Wat? Waar zijn we nou dan? We zitten op Gare du Nord, dan tegenover het Gare du Nord. In een café. Te wachten tot we kunnen oversteken. Want over 3 kwartier vertrekt onze trein. Ja. En dan moet het wel droog zijn. En hoe lang heeft het nou niet geregend hier? Volgens mij een maand of 2. En dan regent het wel gelijk goed, heel goed. Nou, kijk hier. Nou, je ziet ook dat mensen heel blij zijn. Ja. En het personeel van het café kijkt ook van ogen uit. Oh, onweer ook, of niet? Ja, ja. Onweer. Vannacht ook trouwens. Hier. Oh. Ja. Ik zag ook filmpjes van de metro, dat daar helemaal de trappen afkwam, de waterstroom en dat die... Maar de metro's die reden wel gewoon door. Ja, ja, het zijn in Nederland nooit gebeurd. Dat is de ober. Huh? Kijk, die is zelf aan het filmen. Nou, zo ga ik nog een tijdje door. Het is sfeervol. Het is sfeervol. Ja. Het is nou op die hitte van de laatste maand, is het wel even... Je krijgt echt een soort koude douche over je heen. Nou, je zag ook mensen echt heel opgewonden en blij zijn met de regen. Ja. En we hebben het gehaald. We moesten even wachten nog. We konden net de kortste afstand van de caféhoek naar het station. De kortste afstand, die hebben we overbrugd. En toen in de Thalys. En we dachten, ja, de Thalys die heeft nu ook een slechte naam. Maar fantastisch gereden. In de geen enkel probleem. We waren bang dat hij ook door de regen ook weer problemen zou krijgen. Maar absoluut niet. Nee, het is juist de hitte, denk ik, hè, dat hij daar niet tegen kan. Ja, mijn Nederlandse treinen kunnen ook niet tegen de regen. Ook niet tegen de herfst. En niet tegen de hitte en tegen de kou. Maar hij was precies op tijd in Amsterdam. En lekker eten ook. En nou, we spraken ook treinmensen, Perry Tak, die altijd naar ons kijkt. En die vond het ook zo erg, de aanval op de Thalys, ook in de Belgische kranten. Dat de Thalys helemaal niet deugt. En dat kan ik me voorstellen, de treinmanagers die heel bevlogen in de Thalys zitten. Je hebt natuurlijk mindere treinmanagers, die heb ik ook wel meegemaakt. Maar de meeste zijn heel bevlogen en heel enthousiast. En die hebben het heel moeilijk. Want al die treinen, Thalys treinen, zijn allemaal totaal uitverkocht eigenlijk. Dus ze hebben het heel druk. En bij de catering was ook gisteren een hele aardige man van de catering. En die moeten ze eentje. Want vroeger toen het stil was in het Thalys, dan gingen ze met z'n tweetjes rond met zo'n karretje. En nu het druk is, moet hij in zijn eentje moet hij het allemaal doen. Maar het was lekker eten ook. Ja. En dus ook weer een goed bericht over Thalys. Positief bericht. Ja. Het is af en toe gaat mis en daarna hebben we ook een excuusbrief van de directeur van de Thalys gekregen. Ja.
En ze maken in ieder geval excuus. Ja. En bij de Nederlandse spoorwegen, dus die gaan staken. Maar dat heeft niks met de mensen te maken, ook niet met de conducteurs. Want in de Thalys heet het treinmanager, maar gewoon op de Nederlandse trein heet het gewoon conducteur. En in Frankrijk is conducteur weer de bestuurder, de conducteur. En is controleur, dat is dan weer de conducteur. Je hebt in leuk Nederland ook de hoofdconducteur, de HC noemen ze dat. Ja. Oh ja, de hoofdconducteur. HC, ja. En in Nederland heet dan de dus wat in Frankrijk conducteur heet, dus heet in Nederland machinist. Dus allemaal leuke nieuwtjes die je zomaar gratis en voor niks krijgt. En, ik kreeg een reactie van iemand over pijpen stelen. Oh. De uitdrukking regent pijpen stelen. Dus inderdaad, dan moet het heel hard regenen. En met pijpen stelen wordt toch iets oorspronkelijk letterlijk de steel van een pijp. Want het ziet inderdaad uit als de steel van een pijp. Je ziet zo'n goudse pijp. Zo'n pijp die was iets vroeger, zo'n lange goudse pijp. En dan op het beeld die pijp, dat zijn echt een soort pijpenstelen. Je hebt ook tegenwoordig kerstverlichting, je hebt ook van dat soort Die blauwe lampjes, Nou, dat is ook fijn nieuws. En we moeten aan een stenen tabakspijp bedenken zoals de goudse pijp. De stelen van is recht, lang en dun. Het regent pijpenstelen wil dus eigenlijk zeggen dat de regen in lange, dunne stralen naar beneden komt. Wat een sfeervolle uitzending. En het was een reactie, moet ik even zeggen natuurlijk. Van wie? Van wie was dat? Van wie was die reactie? En dat vind ik allemaal in de koekjes terecht. En ondertussen kan ik er nog even zeggen van dat ze in Frankrijk dus wel excuses maken bij de spoorwegen. En het in Nederland dat dat helemaal uit is, het excuses maken. Als een trein te laat is, worden er geen excuses gemaakt. Via de omroepberichten wordt er, maar dat hebben we het ook al vaker over gehad. Maar we gaan net zo lang door tot het een keer opgepakt wordt. Dat de Nederlandse NS, dat die wel excuses maakt als een trein niet rijdt of een half uur later is. Ja. Dat ze gewoon zeggen van excuses voor het ongemak. Maar dat zeggen ze niet. De trein van 6:30 vertrekt over een half uur. Ja. In plaats van dat die vertraging heeft van een half uur. En daar gaan we net zo lang over door tot de NS een ander beleid gaat voeren. Ik denk bij de directie moeten ze beginnen. Ja, er is nou geen nieuwe directeur nog bij de NS. Misschien moeten wij dat doen. Want dan zou het heel anders worden. Zouden er veel mooiere treinen naar Maastricht en naar Groningen gaan rijden. Zouden er weer restauratierijtuigen komen. Zouden echt met veel meer glamour en veel meer comfort gereden worden. Want als je de Franse treinen ziet, die zien er allemaal heel mooi uit. En ik vind die Nederlandse treinen echt de Benelux-treinen. Elke trein die je, alle interregionale treinen, heeft altijd restauratie aan boord. Ja. In Duitsland ook trouwens. En ze zeggen ze in Nederland, maar Nederland, ze halen het liever in de gang. Op maar dat doen ze, omdat ze niet in de trein kunnen krijgen. Nou, de boel omdraaien. Nou, hoe je het is van een ander. Zie je? Ik ben niet de enige. Nou, we gaan Jan Pitsch bellen. En daarna gaan we nog een paar zware onderwerpen behandelen. Oh, Johnny Peek was degene. Johnny Peek, sorry. Ja, ik kon wel zeggen. Johnny Peek had te melden. Jan, dat is gewoon Jan. Zo. Kijk, en dan doen we zo, want dat is weer Skype. En dan moet ik altijd weer een beetje aan wennen, want dat is niet FaceTime. Maar dat gaat goed tot nu toe. Dan pakt hij zo op. Doe ik mijn oortjes goed in. En hij is er al. Ja, daar hebben we hem. En dan moet ik... Groene bolletje. Wat was er met die pijpen stelen? Ik moet nog iets doen. Groene bolletje. Toch? Oh, het groene bolletje. Oh nee, dat is al gedaan. Sorry. Ja. Nee, ik hoor van alles over pijpen stelen, maar ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt. Ik zag wel dat het... klote weer was in Parijs, zeg. Ja, nou, en mooi, wat mooie achtergrond heb jij. Ja, ik begin even in mijn jungle, want ik sta hier op het balkon. En ja, je kunt het denk ik niet zo heel goed zien, want een van de lampen is net gesprongen. Maar het is één grote jungle en dan hebben we daarachter gewoon het uitzicht over Bangkok. Dus hartelijk welkom iedereen. Je bent live hier bij Betty Asphalt in Bangkok, in Thailand. Ja, wat leuk, hè? Hallo, dag. Hi, Mark. Hello. Dat we vanaf Amerika, vanaf Oklahoma, hè, zaten. Eerst Frankrijk, toen Amerika, nou, Thailand. Ja, zie je, dat is, en allemaal voor niks. Mensen kijken voor niks. En... ik heb het gezien en het verbaasde, want ik heb ook pijn in mijn rechteroor. En die moet ook uitgespoten worden, net als bij Jan Dauma. Oh, dus ik denk, daar ga ik ook zo even over praten. Het heerst echt Nederlanders in de vreemde. Want heb jij een goede oorarts? Jawel, je hebt hier hele grote goede ziekenhuizen waar je gewoon zo naartoe kan. Je hoeft niet eerst, dat is het voordeel van Thailand, je hoeft niet eerst naar een huisarts. Dus je kunt gewoon gelijk naar het ziekenhuis, dan ga je gelijk in de juiste afdeling zitten. Neus, keel en oor.
En dan word je onmiddellijk geholpen. En dan kijken ze en dan zeggen ze, not good. En dan spuiten ze je oor uit. En dan betaal je niet zoveel. En dan kan je weer naar huis. Dat is geweldig, het, hoor. Het gaat niet van de verzekering af. Maar je betaalt gewoon contant. Ik heb wel een verzekering. En dat gaat dan gewoon van mijn verzekering af. Het voordeel is dat je niet voor elk wisselwasje naar je huisarts hoeft. In Nederland moet je voor elk dingetje eerst naar je huisarts. Ja. Dan word je gestuurd naar het ziekenhuis. Een vriend van mij pas geleden ook. En dan zegt de ziekenhuis, nee, je moet toch even met je huisarts nog in conclaaf. Over hoe we dit gaan oplossen. En dan denk ik, wat is dat voor een heen en weer sturen? En ze moeten meteen de hele rapporten invullen ook natuurlijk. Ja. Maar de huisarts heeft een poortwachterfunctie. Ze vinden dat de heleboel problemen eigenlijk niet bij de specialist thuis horen, maar bij de huisarts. Die kan kleine problemen ook oplossen. Dat is, dat is uiteindelijk een bezuinigingsvorm. Want je hoeft niet direct, specialist is duurder dan de huisarts. Dus laat de huisarts, als je het kan, het eerst oplossen. Dat is de achterkant. Ja, maar ik ben bijvoorbeeld vaak met mijn oren ook naar de, nu we het er toch over hebben, naar de huisarts gegaan. Omdat Dami zegt dat ik doof begin te worden. En dat geloof ik ook wel, dat ik doof. en de huisarts, die daar heb ik de test gedaan. En het ene oor is heel goed. En het andere is dan, geloof ik, 75% goed. Maar die verwees me nooit naar de KNO-arts. En nu zei ik, nou, ik wil wel naar de KNO-arts. Dus dan heb ik een afspraak met de KNO-arts. Dus het wordt een orenprogramma een beetje nu. Trouwens, ik moet zeggen, Paul, je ziet er heel goed uit, Ed. Je ziet er geweldig uit. Dank je. Echt, leuk. Nou, we zijn ook net even in Frankrijk geweest. En we hebben ook zin in het nieuwe seizoen. Dat scheelt ook wel. Ja. Dat je denkt, het asfalt is bijna open. En we hebben zoveel zin in leuke voorstellingen. Paul de Leeuw is al 2 keer uitverkocht. En die komt waarschijnlijk dan ook nog wel weer terug. Dus Marijn Scholten, nieuw talent. Marijn Scholten, ja. Dus het, we houden je wel op de hoogte. Want we gaan ook weer gestreamde voorstellingen doen. Ook voor mensen, voor Nederlanders in het buitenland, die dat kunnen volgen dan. Want, ja, voor mij. Voor mij en voor Marjan jou en Marjan Heineken. En Jan. En Jan. Ja. Maar daar hebben we ook de podcast voor, hè, de Margit Dolman podcast. Die wordt ook al veel beluisterd. Dat is een apart aspectje weer. Ja, heel apart aspect. Maar de theatervoorstellingen, ook de wintervoorstellingen, die gaan we. En dan doen we geen gestreamde voorstelling tijdens een voorstelling eigenlijk. Maar we doen een gestreamde voorstelling speciaal voor de kijkers thuis. Dus een van de we gaan 30 voorstellingen geven met die Asselt ongeveer. Ja, leuk. Maar een van de voorstellingen die worden we alleen, daar is geen publiek bij. Doen we wel in de zaal, in de klassieke theaterzaal. Maar die is alleen voor de kijkers thuis. Ja. Zodat Dolman en Gremdaad kunnen zich echt tot de mensen thuis richten. Dan hoeven zich niet primair tot de mensen in de zaal te richten. Of heb je liever mensen in de zaal erbij? Nou, ik denk dat het wel leuk is dat je ook het lachen uit de zaal erbij hoort. Je kan even goed werken op een camera, want dat ben je toch wel gewend. Dus ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee is om gewoon dat lekker in jullie gezellige theater te doen. En dan wat meer op de camera te werken. Dus zo ja, gek ja, is dat dus niet. De combinatie. Nou, dan hoor je ook het lachen uit het publiek. Verandert het weer. Dan doen we dat toch? Ja, dan verandert het ook in de nieuwe zaal, dan met wat minder mensen die apart een kaartje kopen voor een voorstelling waarvan ze weten dat het ook... Ja, we gaan experimenteren misschien nog een beetje. Maar wel, wel in de gewone zaal. Ja, dat kan ook. En dan krijgen mensen korting, omdat ze weten dat het gewoon een televisie voor jullie is. Oké, dat kan. En hoe is het verder met je en met corona? Nou, met corona, dat heb ik even opgezocht net in Thailand. Dat gaat natuurlijk echt zo'n beetje als in de hele wereld. Er zijn van die golven die heen en weer gaan. En het was een paar weken geleden best veel weer per dag geïnfecteerden. Maar nu zijn het er ongeveer 2000. Je hebt nog wel iets van 20 doden per dag. En dat vind ik best wel veel. Oh, ja. En dat is in Thailand, dat is in Nederland natuurlijk minder, want dat heb ik net opgezocht. En daar heb je dan zeg maar 18 of 1500 geïnfecteerden en dan 8 doden. Maar ja, dat is per week ook zo'n 50. Hè? Dus dat is natuurlijk ook nog wel veel. Ja. En ik denk dat het onder andere komt door waar ik dus mij altijd zo hard voor maakte, voor de mondkap. En nu is het zo dat een maand geleden hebben ze hier officieel gezegd dat de mondkap buiten niet meer ophoeft. En ik zal je vertellen, ik dacht, nou, dan ga ik naar buiten. Nou mogen we weer lekker rondlopen. Iedereen heeft tot op de dag van vandaag gewoon de hele tijd die mondkap voor. Oh. Omdat ze zich toch wel de ernst ervan inzien. En dat ze natuurlijk ook uit China al die berichten krijgen, want daar worden hele steden worden dichtgegooid. Ja. Als er één iemand met COVID is, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar ik merk wel dat de Aziat wat dat betreft toch veel serieuzer ermee omgaat. Want in Nederland was het op een gegeven moment zo van, jongens, daar gaan we maar.
en feest. En ja, ik heb heel veel vrienden die nu boos op me worden, want die zijn het helemaal niet met me eens. Maar ik denk toch wel dat het helpt als je toch nog een beetje voorzichtig bent. Nou, dan steek je elkaar wel snel aan. Ja, en in ieder geval alert blijft. Want dat is in Nederland totaal niet het geval. Als er een nieuwe golf zou komen, dan zou alles, de regering zou opnieuw moeten beginnen. De Tweede Kamer moet opnieuw beginnen. Het hele volk moet opnieuw beginnen. En ze hebben er helemaal geen zin in. Het is, in Nederland denken ze, het is definitief voorbij en het komt nooit meer terug. En jullie denken van, het gaat nooit meer weg. En we leven nu even in een vredige tijd. En daar moet je van genieten. Maar je moet alert blijven eigenlijk. Ja, er moeten natuurlijk een heleboel dingen nog uitgezocht worden. Hè, of die vaccins wel dergelijk hebben geholpen. Er is nu een onderzoek gedaan in Thailand naar het Pfizer-vaccin. Wat dat met kinderen tussen de 13 en de 18 heeft gedaan. En dat is natuurlijk wel goed. Dat ze nu ook gaan kijken, wat zijn nou de effecten? Hoeveel mensen daarvan hebben nou wel of geen COVID gehad? Hoe ernstig was dit? En dat, ik denk dat dat in de loop der jaren duidelijker wordt voor iedereen. Maar dat zo'n mondkap nog werkt, daar geloof ik wel in. Want je blijft gewoon toch wat meer afstandelijker. Maar of ik het leuk vind, nee, ik vind het helemaal niet leuk. Het is verschrikkelijk, want het is warm en je moet dat ding de hele tijd op je muil. Ja. Dat is geen... nee, maar het is niet ondanks dat ben je wel gelukkig daar. Ik ben wel gelukkig, ja. Jawel. Ja. Ja, het gaat goed. Mijn man komt zo thuis, hij is aan het werk. Hij komt zo meteen binnenwandelen. Dat vind ik altijd gezellig, 's avonds. Ja. En... ik hoorde net van jou dat je alle correspondenten gaat bezoeken. Dat vind ik ook ontzettend leuk nieuws. Dat zijn we van plan, ja. En, en wat doet je man ook weer voor werk? Mijn man is ober. Oh, die is ober. Oh ja. En die heeft genoeg die werk. Werkt in het restaurant. Natuurlijk. Ja, hij heeft een leuke baan nu. Hij werkt in een soort wine connection. Dus hij moet wat wijn aanbevelen aan mensen. En hij heeft het daar erg naar zin. En jij, en jij werkt ook? Ja, ik werk nog steeds online. Ik geef les online aan Chinese kinderen. En dat doe ik nog steeds. En daar ben ik maar dat doe ik 4 dagen per week. Hoor. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dan heb ik het ook wel weer gehad ook. Maar dan geef je Engelse les. Geef ik Engelse les. Dat kan je ook vanuit Nederland doen. Les geven aan Chinese kinderen. Dat kan je eigenlijk overal vandaan doen. Dus dat maakt er niet zo veel uit. En je man die kan in Nederland, ook in Nederland een baan krijgen. Dus iedereen, de horeca schreeuwt om personeel. Dus je kan ook weer terug naar Nederland gaan. Ja. Wel, maar ik wil niet zo gauw terug naar Nederland. Maar het is ook nog wel best moeilijk om een verblijfsvergunning dan voor hem te regelen, hoor. Want ik heb een vriend die dat nu aan het doen is. Met zijn Thaise vriend. En dat is helemaal niet makkelijk. Nee, want je moet je garanderen. Dus echt een leidersweg. En ik ben hier. Ik zit hier lekker. Ik woon hier heerlijk. Geen behoefte aan we hebben Nederland. Het leuk. Ik mis wel af en toe een frikandel. Maar die haal ik dan hier ergens. Ja, en een haring. Haring hou ik helemaal niet van. Oh nee, smeren. Nou dat scheelt. En een kroket? Kroket, een bitterbal. Een kroket zeker, dat vind ik heerlijk. Ja. En, maar ik had nog iets, want ik had een jeugdvriendin toen ik jong was. En die heette Oeke Hoogendijk. En die heeft een documentaire onlangs gemaakt over haar moeder. Oh. En die is op NPO uitgezonden. Maar ik was net aan het zoeken of je hem nog ergens kan vinden. Maar ik vind NPO, die website, zo slecht. Ja. En je kunt nergens meer terugvinden. Die zoekfuncties werken niet. Wat is dat voor het internet? Maar dat heet Auschwitz. Ik heb hier een foto ervan. Dit is haar moeder. Oh, en een leuke vrouw. Dat was ook een hele leuke vrouw. Want toen ik jong was, zeg maar, ik was een jaar of 15, 16, kwam ik bij hun over de vloer, bij Oeke en haar moeder. Maar haar moeder, die had het Auschwitz-syndroom eigenlijk. Want die was als kind naar Auschwitz vervoerd. En die heeft daar haar broer en vader de gaskamer in zien verdwijnen. Dus die moeder, die bleef altijd maar binnen. Die ging nooit meer naar buiten. Oh, die zat altijd thuis en die sliep overdag. Dus we moesten overdag ook altijd heel stil zijn. Zei Oeke, mijn moeder slaapt. En dan om 4:55 hoorde je wat gescharrel. En dan kwam er inderdaad deze vrouw, die was toen een stuk jonger, maar met pretoogjes kwam ze zo de keuken in om eens te kijken wat daar allemaal gebeurde. En nu heeft Oeke een documentaire gemaakt over haar moeder en hoe dat is gegaan. Want die moeder, die heeft natuurlijk, dat is een Auschwitz-overlever. En die heeft daar zo'n klap door gehad dat ze nooit meer op straat wou. Nee. Die is dus haar hele leven, tot 2 jaar geleden, toen was ze 94, toen is ze gestorven, heeft ze binnen gezeten. En dat is een indrukwekkende documentaire. Ja, maar ik heb erover gelezen ook. Ja, en een stuk gezien ook. Het is voor het ITVA geweest en het is recent. Ja, klopt. Op 1 juli 2022 is de EO heeft hem uitgezonden. Ja, klopt. 21 juli, tweede. Maar misschien kan je nog op Uitzending Gemist kijken, toch dan? Ja, bij NPO Plus. Ja, ik was net aan het zoeken. Bij NPO Plus moet je het dan kijken.
Nou, daar zijn we ook lid van. Noem je ook lid van zijn ook, hoor. Auschwitz. Oh, oké. Okay. Ga ik wel kijken. Auschwitz. Goede tip van je. En je hebt ook ja, het was een hele geestige vrouw die op de een of andere manier een enorm gevoel voor humor had. En dat zie je, want zij heeft op een gegeven moment, die moeder zei van op een gegeven moment van, nou, ik wil eigenlijk niet meer dat dit gefilmd wordt, ze had er geen zin meer in. Maar toen zei ze, hang maar wat camera's op in mijn huis. En dat heeft Oeke toen gedaan. En dan zie je hoe die vrouw eigenlijk door dat leven waggelde en hoe ze de dochter belde. Dus, fantastische documentaire. En Oeke die is ook verantwoordelijk voor de documentaire die gemaakt is over het nieuwe Rijksmuseum. Dus toen het hele Rijksmuseum... Ja. Wat een mooie documentaire. En ondertussen is je man thuis gekomen, hè? Ja, mijn man is thuis. Wat vet. Ja. Ja, hij kijkt een beetje nors. God, dat zie je goed. Je hebt goede ogen. Maar... je kan het zien via de tweedoc, maar er staat deze uitzending is niet meer beschikbaar. Dat zie je nu op internet. Dat eruit. Dan wordt het toch een jaar. Kan je toch op NPO Plus nog terugzien. Dan gaan ze het later natuurlijk weer een keer uit. Hij is ook in de bioscoop geweest. Misschien dat er een rol speelt. Hij is ook in de bioscoop. Klopt. Ja, maar daar komen we wel achter. Dan gaan we in de volgende uitzending. Zullen we daar wel op terugkomen dan? Dat misschien kan je Oeke zelf dan ook. Ja. Misschien kan ik kijken. Want het is interessant. Zij heeft ook een documentaire gemaakt een paar jaar geleden. Dat heet... Mijn Rembrandt, dat ging over iemand die een eigen Rembrandt had. En dan zeg maar dat hele... Zij maakt fantastisch mooie documentaires. Oh. Ik ben echt ontroerd erdoor. Dus ik denk, ik geef de tip even aan de kijkers van Doos TV. Dat is een mooi programma. En hoe ken je haar? Ja, ik denk dat wij op dezelfde middelbare school zaten, denk ik. We zaten op de IVO. Ik denk dat wij daar allemaal op zaten, ja. En dat individueel ik haar toen voortgezet onderwijs. IVO. Onderwijs. Heeft mijn broer Tom ook opgezeten op de IVO. Ja, en je had ook in Amsterdam had je de IFCO. Dat ja, was dat is weer wat anders. Kunstzinnig onderwijs. Ja. Hele chiques, met hele rare kinderen. Althans, vrijgevochten kinderen allemaal. IVO waren... Ja, je mag niet meer denken in normaal en niet normaal. Maar wel vrijgevochten. IVO was ook vrijgevochten. Ging ietsje verder. Ik had er bijna opgezeten. Ik was ook een beetje een raar kind, hoor. Veel inclusieve kind. Maar het ging meer om het artistieke ontplooiing eigenlijk. Ja. Dan om de zinloze kennis erin stampen. Ja, klopt. Ja. Klopt. Nou, dan ben je goed terechtgekomen. Ja, het heet Auschwitz. Zo heet het, Auschwitz. Ja. Nou, Jan. Oké, Paul. Ja, was heel fijn weer met je te praten. En geniet van je man straks. En, doe ik. En tot de volgende keer dan weer. Tot de volgende keer, jongens. Het was gezellig om jullie weer te zien. Dag. Tot gauw. Dag. 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 Hoi. Zo. Dat wordt een levendige uitzending. Ja, we zijn nog helemaal niet toegekomen aan onze eigen belevenissen. Allemaal. De zorg. Nee, en de kranten. Maar dat gaan we nu de komende... minuten of eerst even kijken wat jij hebt meegemaakt. Ik heb mee. Nou, ik ben ik ben jaren geweest. Jaren. Ook. Ik heb wat heel leuks gekregen. Ik kan het meteen laten zien. Ik heb er een foto klaargezet. Kijk, dit. Dit is een klein wagonnetje voor de treinbaan. Pico. Maar het is van de chocoladefabriek waarin ik woon. Daar hebben ze appartementen gebouwd. Bensdorp in Bussum. En daar is een wagonnetje van. En dat heb ik gekregen. Oh, wat leuk. Dat is toch leuk? Het is niet van chocola. Het wagon. Nee, maar het zou als goed is erin zitten in miniatuur. En je wist niet dat het wagentje er was? Ja, die is pas uitgekomen. Die is pas twee weken oud. Of twee weken geleden is die pas op de markt gekomen. En er was er al een van een andere. En nu deze. Dus, en ik wil van het einde van het jaar wil ik echt een treinbaan gaan bouwen. Dus dat wordt ook nog een leuk project. Ja. En dan moet dat wagentje er ook rond gaan rijden. Dus dat was leuk. En je hoeft niet je leeftijd te zeggen, want dat wil je ook niet, hè? Nou ja, dat doet er niet toe, want het leeftijd staat los van je karakter ook. En het leeftijd doet er echt niet toe in je leven. Althans, het is een soort bouwjaar en dan weet je hoe lang je nog zou kunnen hebben. Maar je karakter staat boven je leeftijd. Dat vind ik altijd. Ja, alleen als je een mooie leeftijd weer hebt... Dan denk je vaak als je leeftijd zegt, dan is dat... Oh, dan is het altijd... Het is nooit goed. Of zo. Of je vindt je te jong of je te oud. En ze schatten je ook in. Dat? God, ben je al zo oud? Ja, het is nooit goed, je leeftijd. Maar dat geldt voor iedereen. Uit. Voor elke leeftijd geldt dat. En dat vind ik... Ja, eigenlijk zou je er allemaal mee op moeten houden. Ja, maar je verjaardag heb je dan wel gevierd. Dan. Ja, dat dan weer wel. Ja, met het... Heel goed, de leeftijd boven de deur. Ja. En de taart met zoveel kaarsjes. Ja.
En wat, is er verder nog? Heb je verder nog wat? Jij wil horen van het konijn, of niet? Of, nee, nou, mag al. Nee, ja, dat kan ik wel vertellen. Oh ja. Dat is wel... ja, maar het heeft niks met de verjaardag te maken. Nou wel, want op de zondag was ik jarig. Zaterdag vierde ik het voor wat, ja. Waren wat vrienden. En zondag was ik bij mijn ouders en ik had dat een konijn. Maar ik ben dus verhuisd naar de chocoladefabriek. En dat was bij mijn ouders. En ik had een konijn, een heel lief konijn. In Ankeveen. Ja. Want hoe lang had je dat konijn? Nou, in 2014 had ik konijn gekregen. Maar die had, dus ging je aaien en die tilde ik op. Maar die had een rare bult op zijn buik. Nu? Ja, zondag. Ja. En toen zijn we de maandag mee naar de dierenarts gegaan. En ik dacht altijd, want het konijn heet Nampo. Dat is vernoemd naar een Noord-Koreaanse havenstad. Dat is ook... Maar dus het is een universele naam, kan zowel voor mannen als voor vrouwen. En ik dacht altijd dat het een mannetje was. Dus je voelt het nu al aankomen. We kwamen bij de dokter en die keek en die zag dat het dus een meisje was. Nou ja, dus altijd hij en nu is het een zij geworden. Dus je noemt altijd hij en i, van oh, moet die nog eten? Of, maar nu is het een ze. Maar die keek naar de bult en dat was niet goed. Want het was ja, het is toch een gezwel. Dus een soort vorm van kanker bij de tepels. Maar nu is vandaag het konijn geopereerd. Geopereerd, ja. En die tepels had je nooit gezien? Nee. Als je denkt dat het een mannetje is. Dan, ja, let je er niet op. Nee. En het zit ook onder het vacht. Ja. Dus je moet echt het vacht hem opzij doen en zie je een tepeltje. Maar dat heb ik nooit gedaan, denk ik, ja. Nee, maar dat doe je niet. Nee, dat is ook privacy schending. Ja. Dat doe je ook niet zomaar bij een mens. Nee, nee. Het zit daar in niet bij een dier. Ja, ja. Met maar, heel aardige mannen wel. Ja, nee, maar nu is het konijn dus helemaal geopereerd. Hè? Hele aardige huisarts. En ook wel realistisch. Want, ja, een dierenarts. Oh, ja. Maar de huisarts voor het konijn, ja. Maar die hebben gisteren dan er naartoe gebracht. En is vanmorgen vroeg geopereerd. Maar nu moet het konijn er wat langer blijven. Omdat het toch wel een grote wond is. Oh. Maar, ja. De operatie is wel geslaagd. Ja, nee, dat weet je nog niet. Nee. Omdat er ook, was ook nog eens schijnzwanger. Dat kan. Omdat het dus helemaal was gaan ontsteken, die tepels. En dat is een schijnzwanger geworden. En dan kan dat melk weer in het bloed komen. Ja, het is niet zo'n leuk verhaal misschien. Maar wel dat je vertelt het tegen een paar mensen, niet heel veel natuurlijk. Ja, nu tegen iedereen die luistert. De hele wereld. Maar je hebt mensen die dat dan belachelijk maken. Denk, ja, het is maar een konijn. En mensen die het ook weer begrijpen. Want het is ook een levend wezen waar je van houdt. Ja. Dat zie je altijd, dat vind ik wat interessant. Dat vaak bij mensen die een dier laten of inslapen of als er wat is. Dan heb je mensen die het heel serieus nemen en mensen die het belachelijk maken. Maar ja, als je ergens van houdt, dan is dat, dan doet het wel wat. Dat blijft je aan denken. En mensen die het belachelijk maken, dat zijn dan toch geen vrienden? Nee, zeker niet. Nee. Maar je hebt mensen die er anders naar kijken. Ja. Dat heb je nou eenmaal. Maar dat je het laat opereren of haar laat opereren, dat blijkt wel dat jij haar serieus neemt. En heb je ook een foto van... Nou, ja, ik had wel een foto dat we gisteren gebracht hadden naar het ziekenhuis. Met een, ze noemden mijn ouders al opa en oma van het konijn. Omdat ze natuurlijk bij opa en oma woont, zei ze. Ja, bij mijn ouders, omdat ik woon nu ergens anders en dan kan het konijn niet. Ik kan hem met de vingercamera laten zien. Oh ja. Kijk, dat was hier in het hokje daar zit, kijk. Dat is Nampo. En die was hier. Oh, in het... ja. Maar thuis heeft ze een lekkere grasveld en dat is de hele dag buiten. En nu zat ze opeens in een klein wit hokje. Dus dat is wel... Maar ziet er niet verdrietig uit. Nee, maar wel van wat ben ik nou weer? Onbekende omgeving. Wat kan je ook zien aan haar of ze goed in de vel zit of niet? Ja, nou ja, je merkt het wel een beetje. Met hoe de oren staan en de ogen. Nou, je merkt dat ze onzeker is, dat ze een beetje angstig is. Ja. Maar goed, maar daar ben ik nu mee bezig. En vanmorgen heb ik dus gebeld dat het wel was gelukt. Maar dan blijven ze wat langer daar en dan kunnen ze het goed controleren. Nou, dat is ook wel veilig, want, want je hebt in Utrecht heb je zo'n dierenhospitaal ook. Hè? Ja, klopt. Maar nu was het een praktijk en die vrouw kon het zelf. En die vond het voor mij ook wel leuk om te doen. Dan denk ze, hebben we weer eens wat anders. En ze kan het natuurlijk en ze wil het ook met liefde doen. Ja. Dus daarom blijft ze wat langer en dan kunnen ze het allemaal goed verzorgen. Dus het is dan maar spannend. Ik krijg veel steun en medeleven. Nou, dat is leuk. Ja, dat is lief. En je belt dan elke dag dan hoe het is? Ja, ik denk dat zij belt. Oh. Ja. Dus, ja. Dan. Nou. Het heet dan Nampo van Vliet. Zo staat ze bij de dierenarts ingeschreven. Nampo en dan nog een tweede doopnaam natuurlijk. Ja. Yongyang.
Nou, met wat een... Hadden jullie ooit nooit een huisdier, een cavia of ik een konijn? We hadden vroeger katten en honden. Bommel, hè? Bommel was mijn laatste. Maar het was wel, ik weet wel, toen ik ongeveer het huis uit ging, en het was, dat ik echt het huis uit ging, was, toen was het vrij laat, een jaar 25, toen ging ook Bommel op dit moment, zo heet die hond, die ging ook dood. Die was toen 15 jaar oud ongeveer. Het was toen het moment dat hij heel oud en heeft hij, nee, helemaal goed het afscheid, met die... Hij, kon ook bij, nou, hij was incontinent geworden, hij kon nauwelijks meer lopen. Dat hebben we in een mand gelegd, in de mand in de auto. Toen is hij naar de dierenarts gebracht en daar heeft hij toen uit zijn lijden verlost. Maar het was wel een dramatisch moment. Weet ja. Maar het was ook het einde van een leven. Althans het einde van een paar, het einde van het hondenleven natuurlijk. Maar ook, het was ook bij mij was het einde van een bepaalde periode opeens. Ja, dat hebben veel mensen. Ik was niet meer thuis. En je was er tussen wel half thuis, half niet. Maar op een gegeven moment ging het toch echt een ander leven. Eigenlijk, ik had jou leren kennen. Daar kwam dat neer. Oh ja, nou ja. Dat is voor jou. Niet, of ik een goede vervanger geweest ben van Bommel. Maar dat is een andere periode. En de ouders, voor de ouders, voor je ouders, was het natuurlijk ook het einde van periode. Ja, het was mijn eigen periode. Er was eigenlijk een oude zusje mij, die ging op kamers wonen. En die was onderwijzeres. En die vond het leuk, die kreeg van de ouders van een leerling... die hond in haar maag gesplitst. Als je in Amsterdam ergens in een huis vier hoog en bovendien elke dag in de klas staat, dan kan je natuurlijk helemaal geen hond hebben eigenlijk. Nee. Dat is verslagen belachelijk. Maar goed, ze vond die hond erg leuk. Dus maar die, na 2 of 3 weken werd die hond dus bij mijn ouders in Bloemendaal geparkeerd. En die had een tuin en die had de ruimte. Ja. En bovendien was het nog een jonge broertje van mij die toen nog vrij jong was. Dus die kon goed op de hond passen en zo. Dus die had toen wel een goede plek. Maar hij is sindsdien altijd bij mijn ouders gebleven. Want mijn zusje ging naar Suriname toe. En bij de wereld in naar Californië is ze geweest. Dus die hond was al lang vergeten. Ja. Maar ze heeft nog wel mee teruggezien nog wel. Maar zoals bij mijn ouders thuis. En katten zijn meestal op een ongelukkige manier op het leven gekomen. Of ze werden overreden. Of ze waren opeens weg. Oh, die hadden jullie ook katten? Ja, ook wel samen met de honden. Oh ja. En mijn moeder later, toen we allemaal het huis hadden, heeft mijn moeder nog een kat genomen. Ze vond het toch wat eenzaam in huis, denk ik. Mijn vader was er uiteraard nog, maar ze vond toch een kat toen wel leuk. Oh ja. Maar we hebben nooit vogeltjes gehad, als kind ook nooit. En hamsters ook niet. Slangen en reptielen ook niet. Olifanten ook niet. Nee. Nou, maar de mensen thuis, die hebben ook hun eigen ideeën daarover. En dat raakt ook heel veel herinneringen komen boven bij mensen... Die ook een hond hebben. We hadden vroeger Topsy, een zwerfhondje. Die eigenlijk niet in huis mocht van mijn vader, want die hield niet van honden. Maar mijn broer Tom, die smeekte eigenlijk of hij dan toch een paar dagen mocht blijven. Toen is hij toch, ik denk ook wel 15 jaar Als hij binnen is, dan doe je hem ook niet meer weg. Nee. Maar je vader ging ook weg toen. Ja, maar dat is weer een heel ander verhaal. Zullen we de kranten nog doornemen? Ja, er zijn nog een filmpje, een paar... Van een vogel, nou dat is wat past Wim, nu, een goede vogel, voor dieren hebben. Binnen. Ja, dat is wel een leuke intermezzo. Ja, even Willem Groenewegen. En die vroeg ook, maar daar moet ik nog op reageren, of van Margreet Dolman, naar aanleiding van de podcast, of er nog niet oude opnames van Dolman waren van het begin van Radio Amsterdam. En die hebben wij zelf nog wel op 19 centimeter banden. Maar die moeten dan weer overgeschreven worden. Ja, de kwaliteit is ook niet zo goed. Ja, dat is heel goed. Ja, dat is een hele goede kwaliteit. Want het was meteen vanuit de studio. Studio-kwaliteit, zeg maar. Ja, en 19 centimeter. Ja. Dus gewoon studio-kwaliteit. Maar dat kan ik wel aan beeld en geluid. Maar voorlopig moeten mensen eerst naar de gewone podcast kijken. Ja, net een nieuwe opgenomen. Margreet Dolman in gesprek met Buster van Tijn. Ja, hier onder de video in de beschrijving zie je ook staan, precies daar, hieronder. Ja. Ja, staat ook een linkje naar de podcast. En dan kan je allemaal verschillende apps luisteren. Ja, leuk. Dus, ja. Het is heel leuk om te doen ook. Ja, dan gaan we nu even naar de vogels kijken. Oh, wat leuk. 2 spechten ook is het voor mij. Oh ja. En zit daar geluid bij? Ja, er zitten wel geluid. Je hoort wat vogeltjes. Vogelgeluid. Oh ja. Nee, hoor ik een niet. Wimpelmeesje of een koolmeesje? Oh, daar komt er. Nog een specht. En die een heeft een rode kop aan de bovenkant, de andere heeft een rode kont. Steve, mooi zwarte gefilmd. Kop. Die stem die eronder zit, wat is dat? Een televisie misschien. Ja,
Geeft Willem geen commentaar daaronder? Nee, ze denken televisie, Amerikaanse. Oh. Nou, dat is wel leuk. Dat, ik vind het ook wel leuk als mensen zelf filmpjes opsturen. Ja. Ook van hun eigen natuur of van de, wat er in de tuin gebeurt. Of... Kan nog, je kan nog een filmpje nu opsturen. En dan kunnen we misschien nog snel. Zullen we nog de kranten even doorkijken? Ja, dat kunnen we doen. Oh, ik zal even nog laten zien de kalender van Sjaan van Münster. Het is vandaag woensdag 17 augustus. Het is echt zo'n fantastische kalender die veel te weinig aandacht heeft gekregen. Dus ik ga er misschien een van de volgende uitzendingen, ga ik Sjaan van Münster wel facetimen, om te vragen of er een nieuwe kalender komt en dat die nieuwe kalender een veel grotere oplaag moet hebben. Want het is allemaal prachtige tekeningen en ik weet niet precies hoe ze het doet, maar ze knipt uit allerlei bladen en dan plakt ze zelf weer collages. Ja. Maar echt dit ook heel mooi. Echt, dus ik ben er heel grote fan van. Het is eigenlijk een variant op de scheurkalender. Ja. Wat Willem Groenewegen zegt, ik zat naar een documentaire te kijken toen die spechten verschenen. Vandaar stemmen. Ja. Ja. Vandaar de stemmen. Dus ik had niet het geluid even uitgezet. En ik wil ook iets kwijt trouwens. Dat, ook afgelopen week was er ontzettend veel te doen over de laatste ruil bij het Amsterdam Studentenkoor. En of nou wel of niet Amalia daar dan toch eigenlijk geen lid van kan worden. Of wel. En wat me altijd zo stoort in al die berichtgeving, dat ze doen alsof het Amsterdam Studentenkoor de enige studentenvereniging is. Als die models voor alle studentenverenigingen, het is er gewoon een van de tientallen. Er zijn tientallen andere studentenverenigingen. En waarom moet Amalia dan per se van het Amsterdam Studentenkoor? Ze had echt een mooi voorbeeld kunnen stellen. Ja. Door te zeggen, nou, ik ga naar een andere, of een progressieve studentenvereniging. Of je hebt alle soorten maat. Ja, je hebt een hele politieke actiegroep, maar ook hele milieuvriendelijke actiegroep. Je hebt allerlei soorten maat. Dus, had nou een goed voorgesteld... Geen actiegroepen. Ja. Geen actiegroepen. Nou, maar studenten. Die ook strijdbaar zijn op een bepaalde manier. Ja. Moet voor een goed milieu zijn, dat soort dingen. Er zijn veel meer smaken, er zijn veel meer studentenverenigingen dan het koor. Maar al wordt dat als norm gesteld, alsof maar... Als een student, die moet per se lid worden. Nou, dat is helemaal niet waar. Er zijn 500 worden lid van de... Ik heb er even nagekeken. Er zijn elk jaar zijn er 7.500 nieuwe eerstejaars in Amsterdam. En er worden maar 500 ongeveer lid van het koor. Dus minder dan 1 op de 10. En ze stellen altijd alsof ze echt de norm zijn. Alsof zij de enige studentenvereniging zijn als de maat van alle dingen is. Nee, die gekken moeten gewoon uitsterven en het zijn ouderwetse, rechtse, ballerige mensen. Maar dat is wel het studentenkoor, dat is er maar één. Dat is maar één van het andere. Het is een studentenvereniging. Ja, ja. Het Amsterdam Studentenkoor is een gewone studentenvereniging. Ja. Ja, ja. Maar de andere studentenvereniging... Maar hoe komt het dan dat er in de publiciteit de andere studentenvereniging... Of dat de kranten luisteren en wat zij de meest extreem zijn. Dat waren ook al vroeger de mensen met de kale koppen door de stad liepen. Ja. Die dan onder de biervlekken zittende blazers door de stad liepen. Die opeens allemaal rare acties moesten doen. Die moesten met een tandenborstel de stoep gaan. Zo allemaal belachelijke en flauwe dingen. En er wordt altijd gesuggereerd, ja, je moet er per se wat weet maken naar maatschappij. Dat is ook onzin. Ik denk van als je uit de ministers neemt van nu, dat een heleboel ministers absoluut nooit lid van het koor zijn geweest. Nee, en dan in Groningen heb je Vindicat, maar dat is ook één van de studentenverenigingen. Eén, want jij was voor de andere daarvoor in Albertus Magnusschool, heb je een keer... Ja, dat was een hele goede. In Groningen ook, dat was dan ook een beetje rechts, maar dat was in ieder geval al een andere dan het Vindicat. Ja. En ze heb je in elke... studentenstad heb je 10, 20 verschillende studentenverenigingen. Je hebt trouwens je oortjes nog in. Ja, waarom eigenlijk? Ja. Nou, dat wil ik even kwijt over... Ja, nee, heel goed. Maar was niet dat de minister van Buitenlandse Zaken ook bij een koor heeft moeten zitten?
Zo, zoals nu Wopke Hoekstra ook weer bij. Dat moet. Nou ja, of dat gewenst is. Nee, dat er altijd zijn. Een minister van Buitenlandse Zaken in sommige hoeken van de maatschappij. Het koor gezeten. In sommige hoeken van de maatschappij waren het veel koorleden. En dan was het natuurlijk, maar dat is eigenlijk een vorm van nepotisme. Ja. Van, we geven onze vriendjes die baan. Ja. Onze vriendjes hadden de politiek, onze vriendjes. Maar dat moet juist stoppen. Ja. En daar komt veel ellende. Ik hoorde het pas vorige week. Maar is dat, als dat echt zo schijnt te zijn, zou dat toch een heel groot schandaal zijn? Nou, ze zeggen niet, hij was gewoon de beste. En toevallig was je ook lid van mijn dispuut. En het dispuut is eigenlijk een onderafdeling van een zendervereniging. Maar ze hadden elkaar ook van de golfclub kunnen kennen. Ja. Of van de tennisclub, of van de roeivereniging. Of de homovereniging. Ja, dat kan ook. En het is natuurlijk wel zo, als je elkaar kent, dan zou je natuurlijk eerder zo iemand een baan geven, want die ken je en die ken je dan beter dan een onbekende die zo. Maar het is natuurlijk niet ze mogen geen voorrang hebben. Nee. En als ze een voorwaarde zou, zou het helemaal belachelijk zijn. Ja, ja. Ik zou ze uitzoeken. Nou, ja. Moet erachteraan. Nou, brengen we nog nieuws. De Volkskrant, even de nog. Je hebt geen avondkrant meer, vind ik wel jammer. Ja. De NRC was altijd leuk als die nog binnenkwam. Ach, moet die gewoon weer een avondkrant worden. En ze worden. Sluit de idioot vroeg, want je hebt nu al het oud nieuws uit de kranten. Ja, en het zou ook weer gewoon Algemeen Handelsblad moeten heten, NRC. Het kabinet wil toch inperkingen van vrije artsenkeuze. Een inperking van vrije artsenkeuze. Wat houdt het in? Dat heb je al gelezen. Dat je alleen naar een arts mag waarmee de verzekeringsmaatschappij een contract heeft afgesloten. Maar ook een huisarts. Maar het geldt ineens voor de specialisten. Want de huisarts had een ander verhaal. Maar die hebben per definitie allemaal een soort contract met de. En je mag jezelf, iemand die je huisarts is, je mag elke huisarts kiezen die je wil. Nee, maar zo niet waar, die moet in de buurt zijn. Ja, hij moet natuurlijk, maar dat is ook vrij tamelijk praktisch. Je gaat niet een huisarts nemen. Nee, maar dat is een huisarts die uit jouw buurt is, al is je maar een ietsje uit de buurt, die mag jou niet aannemen als patiënt. Nee, klopt. Nee, ik heb het nu ook, omdat ik nu verhuisd ben, mag ik niet bij mijn huisarts waar ik vroeger zat. En die zit helemaal niet zo ver weg. Die zit denk ik 7 kilometer verderop. Maar daar mag ik niet bij zitten. Als er spoed is, dan komt de huisarts niet naar mij toe. Nee. Als er wat kleiners is, ik weet niet wat dat kan zijn. Maar dat mag alleen de huisarts helpen en dan komt er geen ambulance. Dus daarom moet ik bij een huisarts bij mij in de buurt zitten. Ja. Sommige dingen komt dan alleen de huisarts met spoed. Ja, dus dat is... De ambulance, want die ambulance is geen huisarts en die moet gewoon sowieso, of je nou door jouw huisarts gebeld of door die huisarts die jou had moeten nemen, dat maakt per saldo natuurlijk geen reet uit. Ja, ik weet die ambulance maar zo, het zijn de regels dus. Nee, maar goed. Dat geloof je niet. Nee, het zit soms net iets anders in de kamer. Het is, maar in ieder geval, je mag niet je eigen huisarts kiezen. Je moet je huis, je moet in je omgeving zitten. Ja. In Amsterdam, daar heb ik natuurlijk bij een straal van waar we wonen, hebben we natuurlijk een aantal, daar hoef je niet per se die huisarts te nemen, want je hebt hier gewoon de keuze. Maar zit je in een dorp, dan wordt het natuurlijk lastig. Als daar maar twee huisartsen zijn, en die hebben, de ene heeft de linkerkant van het dorp, en de andere de rechterkant, dan kan je, heb je er zijn geen vrije keuze inderdaad. Nee, maar ik denk in Amsterdam ook niet, maar dat weten de mensen thuis wel, dat het niet meer zo is als vroeger, dat je heel makkelijk van huisartsen kan wisselen. Maar goed, DNB compenseert niet te royaal de koopkracht. Het kabinet zint op koopkracht, reparatie. De Nederlandse Bank vreest dat zo'n pakket de inflatie juist kan versterken. Want er was vandaag in het nieuws dat het economisch dus ontzettend goed gaat met Nederland. Hè? Dus dat de rijke mensen, de welgestelde mensen, dus veel meer geld economie uitgeven. Groeit. Ja, en de bedrijven de Albert Heijn, de Shell, allemaal zijn het aan onze problemen. Ik vond het leuk in de Volkskrant, daar stond dat Gina Lollobrigida, is net 95 geworden, toch weer verkiesbaar is voor de Italiaanse Senaat. Ja, en ze is wel tegen Europa. Ja, dat vind ik wel jammer. Tenminste, op de oude dag ze is wel links. Ze is allemaal rechts. Ja, ze is wel, maar extreem links. Dat heb je ook natuurlijk in Frankrijk ook. Daar zijn extreem linkse partijen. Ze zijn tegen. Ja. In Nederland zelfs de SP is ook niet zo pro-Europa. Nee, maar daar gaat het ook niet goed mee. Nee. Ongekend tekort aan personeel is overal probleem nummer 1. Trouw, dat is altijd een hele goede krant. Onafhankelijk. Indonesië. Nederland erkent 17 augustus nog steeds niet. Nederland erkent 17 augustus nog steeds niet. Oh, 17 augustus de herdenking. Zonder een heel goed stuk van Theodor Holman gisteren in Parool over de herdenking. Dat de Indonesiër
nu ook bij de herdenking. Ja, de Indonesische ambassadeur die was aanwezig. Van de, hoe heet de Indië-herdenking? Nee, hoe heet het? De herdenking? Het is de Indië-herdenking, ja, zoals de 5 mei-herdenking. Door ja. De Tweede Wereldoorlog-herdenking heb je ook. Maar dat het zo erg was eigenlijk, dat de, toen de Nederlanders van de Japanners bevrijd waren, dat toen de Indonesiërs de Nederlanders gingen terroriseren, ja, en hoofden afhakken. Ja. En daar schreef Holman het ook over. De Bertsi Jap, er kwam gelijk. Van, maar goed, ze grepen een kans in Indonesië, want het was een machtsvacuum. Dit was hun moment om nu te zeggen, nou, wij worden nu onafhankelijk, wij worden het macht. Maar toen had, dat was natuurlijk geen vrijbrief om alle Nederlanders maar over dit link te jagen. Nee, er moet de ambassadeur. Van de ene rende in de andere. En is het dan terecht dat de ambassadeur bij de herdenking komt van Indonesië? Nou, op een gegeven moment denk ik wel dat je ook, met Nederlands heeft natuurlijk ook erge dingen gedaan. En het was ja, natuurlijk, maar dat Indonesië. Het principe, de onafhankelijkheid, daar kan je natuurlijk niet tegen zijn. Nee, maar als de Indonesiërs herdenken ook natuurlijk weer wat de Nederlanders gedaan hebben, verschrikkelijke dingen. Maar als de Nederlanders herdenken wat de Indonesiërs en de Japanners gedaan hebben voor verschrikkelijke dingen, dan moet je niet iemand van een Indonesische ambassadeur erbij hebben. Dus ik begreep, dat begreep ik uit het stuk van Theo Ja, maar Holman. Ze hebben natuurlijk een beetje opgerekt nu de functie van deze. Ja, maar op een gegeven moment moet je stoppen met oprekken. Zoals op een gegeven moment ook de Duitsers, een Duitse ambassadeur werd gevraagd bij de dodenherdenking op 4 mei. Dat is ook op een gegeven moment gebeurd. Ja. En je probeert wel weer tot elkaar te komen. Dus je kan ook niet eindeloos. Ja, maar dan moeten de Indonesiërs wel erkennen dat zij ook misdadig geweest zijn. En de Duitsers doen het, die erkennen dat wel. Maar de Indonesiërs die ontkennen wat er gebeurd is eigenlijk. Daar maken ze geen excuses voor dat ze hoofden hebben afgehakt en dat ze enorm tekeer gegaan zijn tegen de Nederlanders. Daar vertelde Holman over. Ik lees Holman vaak. Ja, dat is heel goed. Ja. We moeten nog over ongehoord nieuws hebben, die nu zichzelf een opinieprogramma noemen in plaats van actualiteit. Ja, wat mij opviel eigenlijk, dat je zo ultra-rechts als ongehoord nieuws is, dat je dat bij RTL 4 niet hebt en bij SBS 6 ook niet. Dat eigenlijk de publieke omroep veel extreem rechtser is dan de commerciële omroepen. Dat valt mij op eigenlijk, dat ze het niet onder controle hebben. En dat Opeen, al die programma's zijn eigenlijk allemaal al heel rechts. Want het is van Wakker Nederland, dat is Telegraaf. Ja, Telegraaf is dan minder rechts dan vroeger, maar het blijft toch rechts. En Pound is eigenlijk ook rechts. Ja. En het zijn allemaal, en de Tros is natuurlijk ook rechts. Het zijn allemaal één rechts bolwerk. Terwijl is dat de Varen en Varen BNN eigenlijk de enige echte linkse omroep. Die proberen juist om niet het odium te krijgen dat ze niet onafhankelijk zijn, gaan ze ook dat juist rechtse mensen aan het woord laten. Terwijl de Aven, Jort Kelder, die gaat nooit linkse mensen aan het woord. En dat is het vreemde. Terwijl linkse presentatoren wel rechtse mensen aan het woord laten. Ja. Zodat uiteindelijk zijn het alleen maar rechtse mensen die aan het woord zijn. Nou, daarom is er behoefte aan Troost TV. Wij zijn duidelijk, staan in het midden eigenlijk. Ik moet nog even wat kranten inhalen. Mia Marcel Nussens is eindelijk ontspannen. Johan Remkes, hebben we nog iets over de boeren te zeggen? Ik vind dat ze op een gegeven moment maar weer allemaal. Iedereen moet. Nou, ze moeten stoppen met water bij de boeren. Ik vind het zo kinderachtig, die vlaggen omgekeerd. Vind ik zo ontzettend. En het plan moeten ze intrekken. Zo'n kinderachtige actie. Dat stikstofplan zeggen, wij maken een nieuw plan, maar de doelen moeten wel gehaald worden. Als ze nou zoiets zeggen, dan is het plan overboord. Als de doelen maar gehaald worden, en dan gaan we over praten. En de ene doet dat, de andere. En uiteindelijk komen er samen uit. Dat is een uitgangspunt. En niet eindelijk vasthouden aan die rare tekeningen die toen gemaakt zijn. Of zit je vlak bij natuurgebied, dan moet je hele boerderij weg. Terwijl je notabene bijvoorbeeld toevallig al heel erg milieuzuiver bezig was. Ja, het moet veel meer vanuit het individu benaderd worden. Dat is ook wel weer waar. Nou, heel veel informatie krijg je ook. Ja, nog. Dat is veel. En wat zeggen de mensen op de chat eigenlijk? Nou, dat die documentaire Housewitch, dat die binnenkort waarschijnlijk op Netflix verschijnt. Oh. Dus dat die daarom niet te zien is. Ja. Oh ja. Nou, ik kan hem wel nu zien tegen betaling ergens. Ja, je hebt van die betaalkanalen. Oh ja, nou, dat moeten we dan toch stimuleren. Ja. Ook. Ja. Het Algemeen Dagblad. Er komt te veel zout water in Nederland binnen, dus ze willen nou
dat de nieuwe waterweg werd afgesloten, wat natuurlijk niet kan. Er kunnen er geen schepen meer naar binnen. Nee, van zandbank naar zandbank. Ach, mijn dag wat. Droogte verlamd bouw, tekort aan zand en grind. Schepen kunnen grond. Het valt me trouwens ook op, eerlijk gezegd, dat zoveel negatief nieuws is. In de kranten is allemaal, eigenlijk alle koppen zijn altijd negatief op de voorpagina. En in televisie is allemaal negatief. En er gebeurt natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen in de hele wereld. Maar je hebt ook zo'n zin om even... Er was een heel leuk berichtje dat er kraanvogels waren gaan broeden in de Peel. Oh. Bij Limburg. En dat daar heel lang geen kraanvogels hebben gezeten om te broeden. En nu kwamen ze daar weer omdat de natuur daar zo goed aan het herstellen is. En heb je dan weer geen last? De Korte. Ja, vlakbij Gilles de Korte, dat dacht ik ook. Maar dat vond ik een heel leuk berichtje. Ja, dat is waar. Dat is niet open, dat ze de vogelgriep krijgen. Ja, dat is het volgende. Want kreeg de ooievaars, toch? Ja, ook in Ankeveen, ja. Twee ooievaars. Oh ja. Oh. Die waren ook van het nest gevallen. Zo, er lagen twee dode ooievaars in Ankeveen. Die stonden in het tabelletje ook in de krant. Oh. En naar aanleiding van de bosbrand, er zijn in Frankrijk 26 pyromanen opgepakt. Oh. Al, dus heel veel branden worden aangestoken namelijk. Ja. Dus is heel erg. En mega screening op longkanker. En dat lijkt negatief als je dat zo ziet. Maar het is juist heel positief, hè, dat er enorme screening op longkanker komt. Maar je denkt, jezus, nog meer longkanker. Maar het is juist om het te voorkomen. Uitnodiging voor 400.000 mensen, ja, bij wijze van proef. We hebben ook de brieven gekregen. Ja. Maar het wordt inderdaad... Maar het blijkt, wij mogen, komen niet naar aanmerken, want alleen... Als je gerookt hebt. Ik heb gerookt, jij ook. Ja, maar 40 jaar geleden. En jij korter geleden. Maar als je langer dan 15 of 20 jaar gestopt was, dan zou ik niet in aanmerking voor de proeven. Dat is ook wel fijn voor de mensen die dan al langer dan 15 jaar gestopt zijn, dat ze ook geen risicogroep meer vormen. Nee. Dat is wel, dan is dat weer positief. En het Algemeen Dagblad een groot stuk over de Rijn. De Rijn, dat is veel meer dan een levensader of een suffe bejaarde rivier. De Rijn heeft in deze tijden van droogte zwaar te verduren en dat betekent nogal wat, want ze is voor de mens en dier van levensbelang. Een portret van deze machtige rivier met een tuttig imago. Ja, door het liedje, reisje langs de Rijn. Ja, een reisje langs de Rijn. Schrijf ze dat in de krant, een tuttig imago? Nou, het wil eens juist tegengaan. Oh. Nu denk ik maar, oh god, een riviercruise, dan word je niet vol aangezien. Cruise. Ja, ik dacht de Rijn zelf tuttig. Ik denk, waarom zou de Rijn zelf nou tuttig zijn? Nee, dat kan niet. Nee, zo mooi in Zwitserland ontstaat in de bergen. Terwijl al die gletsjers, ja, dat is ook natuurlijk negatief nieuws, die zijn nu allemaal gigantisch aan het smelten in Europa. Ja. En het einde van de eeuw, de gletsjers weg zijn, helemaal zijn gesmolten. Maar de Rijn ontstaat ook deels door smeltwater uit de gletsjers van Zwitserland. En het grappige is dat het betekent van de Rijn helemaal aan bij de bron, de Voorrijn en de Achterrijn. En de Achterrijn die ontspruit vlak bij de Italiaanse grens. Moet je nagaan, dat het helemaal van die kant komt. Ja, dat is ook wel eens leuk om helemaal te filmen. We hebben een keer de bron van de Maas gefilmd. Gefilmd, ja. Dat was leuk om te laten zien een keer. Ja, met heel veel slakken. In de buurt van Langeren. Ja. En het is eigenlijk een poel, er komt welde wat water op uit het gras. Waar allemaal hele dikke, vette, bruine slakken zaten. Nou, het is wel ook een leuke tip voor thuis. Zoek de bron op, niet alleen van de rivier, maar ook van jezelf. Waar komt het vandaan en waarom? Op de podcast, de nieuwe podcast, gaat ook Bussefontein terug naar de bron, naar zijn... Oppas eigenlijk. Dus daar kun je ook nog naar luisteren. Naar de podcast Margreet Dolman. Misschien thuis. Ik nog sluiten met een foto van Marion Heineken. Die stuurt nog een fotootje op. Oh, die heb ik niet doorgestuurd gekregen. Aha. Nee, want daar dachten we van, het is een leuke foto. Maar why? Toch? Nou, het is een foto, het is echt een klassieke vakantiefoto, dat je het hele gezin voor een beeld staat. En ik ben er meer voor om Marion weer te bellen in de volgende... Nou, weet je wat ik doe? We laten hem even zien vanaf de iPad. Aanklikken misschien, dat je dan niet... Het is een zandsculptuur, of niet? Oh. En deze... En dat is het hele gezin. Ja. Ik zat er even de bijlage wat ze zeggen knappe over. Knappe kinderen ook. Het is... Maar dan gaan we zo langzamerhand afronden. De foto is van de hindoe-god... Nou, even kijken waar ze blijft. En dan gaan we zo langs. Dan kan ik ondertussen wat zeggen. De 34 meter hoge standbeeld van de hindoe-god Shiva.
dat we afgelopen weekend bezocht hebben. Het bevindt zich nabij de stad Coimbatore in de deelstaat Tamil Nadu en maakt deel uit van het yogacentrum van de Isha Foundation van de spiritueel leider Sadhguru. Nou, dat is ontzettend interessant nieuws nog vanuit India, vanuit Bangalore. Volgende keer zijn we er weer, dat weten we dus niet wanneer, maar je kunt op YouTube altijd kijken, want de meeste mensen die kijken niet live, maar uitgesteld live. En we gaan dus vanaf begin september gaan we weer naar het vernieuwde Betty Asphalt complex. Ja. En ook misschien met gasten af en toe aan tafel. Ik weet niet of we deze tafel meenemen of dat we vanuit de tafel in Asphalt gaan werken. En dan wordt het heel leuk nog. Hè? In Asphalt wordt echt heel spannend. En ik denk dat als je tegen de winter of tegen de herfst opziet, dat wij eigenlijk het lichtpuntje zijn. Je kunt al kaartjes reserveren voor de voorstelling, ook voor de bier. Want Paul Hanen gaat ook nog een tournee. Er moet toch een tournee afmaken van al in 2019 begonnen is, maar door corona telkens werd uitgesteld. Hele voorstellingen. Met Mark ook. En komen van, een stuk of 11 voorstellingen, onder andere Den Haag, Diligentia. We komen nog in Oost-Knollendam komen we nog. Wie kent het niet? Ja. Dat is een hele leuke zaal. We komen in Betty Asphalt ook nog. Op 5 december gaan we daar de eerste voorstelling nog, thans de voorstelling Paul Hanebeck Vreugde geven. Oh ja. En nog 3 keren in die periode. Maar je kunt alles zien op www.bettyasphalt.nl. Ja, dan gaan we heel mooi afronden. Tot de volgende keer dan. En blijf ons volgen, dan volgen we jullie ook. Heel fijn dat jullie weer gekeken hebben. Tot Doei. Dan. Dag.